als een producent al geen reet geeft om die knoop op je mouw wat zichtbaar is, laat staan wat er in jouw pak zit. Uh, op de mouw altijd functioneel zijn, want dat vertelt wat over de maakwijze van een pak. Weet je, soms komen we op plekken en dan is het een real recognize riel. Dan zie je gewoon wie het begrijpt en wie niet. Mijn framework waren de Van Geels, de Hugo Bos, de Tommy veel et cetera. Wat zij in hun label hadden was Made in Bulgaria. Dus via LinkedIn had ik de producent gevonden, ging ze connecten: van joh, ik wil graag weten komen inkopen. Vier weken later kwamen die pakken binnen. Het eerste wat ik deed, ik ging die mouwen checken. En die mouwen kon hij niet open. Gingen ze toen bellen, want dit is denk ik niet mijn bestelling. Lang voor kort maken, dat werd een ja-nee verhaal. Ik was gewoon oh. mijn geld kwijt, een stuk van mijn startkapitaal weg. Welkom in het leven van ondernemer baby. Dit is geen school meer. Junior jongen welkom. Goed dat je er eindelijk bent. Thank Toen you. we jou leerde kennen hadden wij uh, eigenlijk net deze hele branding die we nu hebben hebben we helemaal omgegooid op dat moment. Dus het was tijd voor wat meer volwassen uitstraling. Ik vond altijd al sinds ik jong was Pakken, dat soort dingen wel interessant. Ik begon suits te kijken, ik begon uh, peaky blinders te kijken. Toen dacht ik op de middelbare school: ik ga vaker. Toen noemde ik nog blouses, ging ik dragen. Oeh. <laughs> Die ging ik vaker dragen. Um, wij zijn vervolgens ook, toen we deze hele branding omgezet hadden, zijn we het halve land afgereisd om ergens in een uh, gekke garagebox pakken te gaan pakken, passen. Uh, we hadden nog niet heel veel budget toen en uh, we hadden toen op een gegeven moment wat pakken en uh, we leerden jou kennen. En eigenlijk al vrij snel uh, waren we met jou in gesprek. En uh, Junior pakte zo. Ik weet niet of het Koenspak was of mijn pak, zo vast. En volgens mij hadden wij toen pakken, die waren gewoon helemaal dicht. Dit kon niet eens open. En er yeah. zat gewoon een knoop opgenaakt. Gewoon zo 1, 2, 3. Gewoon zo erop. Gestikt. Ne neppe knopen? zie Neppe ik knopen. knoop, knopen. gewoon erop gestikt. Niet eens, een, niet eens laten lijken, maar gewoon, gewoon. een paar knoopjes erop. <laughs> en wij dachten, dit is goed juist. nou, we waren een beetje met jou in gesprek. binnen vijf minuten liet jij ons exact weten welke onderdelen rommel waren aan ons pakken. wij gaven een paar uh, dingen van, oh, kan je hier iets goeds halen? nee, ook rommel. al deze dingen werken niet. we gaan goede pakken regelen voor jullie. en uh, zo zijn we met jou in contact gekomen. junior, goed dat je er bent. thanks man. kan jij jezelf gewoon kort voorstellen van hoe lang werk je al in de pakken business en wat doe je zelf nu op dit moment? of course, of course. Uh, mijn naam is Junior Vega Gomez. ik ben uh... 29 jaar, alweer bijna 30. Ik uh, ben in de Dirty 30. Lekker. Uh, eigenaar opricht van 26 Soets. Uh, en met dat merk. Um... Ja, there you go. We hebben hem aan. We hebben hem <laughs> aan, man. Ja, ja, ik allemaal zorg. Allemaal, uit, ja, allemaal, ja, allemaal, ja, allemaal, ja. Iedereen. Allemaal. Iedereen dacht 26. Je kan, als je eenmaal 26 draagt, kan je niet meer terug. <laughs> uh, ik zorg er eigenlijk voor dat mannen een krachtige uitschaling hebben. Um, dat maak ik tastbaar door middel van pakken in de formele herenmode. Uh, ik heb een boutique in het centrum van Rotterdam... ...wat alleen um, te bezoeken is op afspraak. Dus je moet echt een afspraak inboeken. Waarom is dat zo? Um, als je een pak aanschaft... ...dat dus is het niet alsof je even snel een t-shirt en een spijkerbroek aanschaft. Je schaft eigenlijk je superheldenpak aan. De bedoeling is dat je binnenkomt als Bruce Wayne... ...en de het gaat als Spiderman... Eh, iedereen, elke superheld die superhelden pak draagt, daar zit gewoon wat tijd in. Je moet weten wat past bij jou en uh, hoe je daarmee aan de slag gaat. En, uh, dus dat is eigenlijk in de notendop uh, wat ik doe, man. En uh, ik mag uh, ook van geluk spreken dat ik jullie ook mag uh, kleden en met, uh, jullie mag helpen met jullie branding en je formele uitstraling. Ja, en uh, it's uh, to the moon vanaf hier. Appreciate it, man. Hey, Junior, toen wij uh, de eerste keer bij jou waren in Rotterdam, toen legde jij ons al een beetje uit van ja, hoe werken pakken nou precies. Klopt. Dat is waar we vandaag ook dieper op ingaan. We maken deze aflevering in samenwerking met Hard Times United Strongman. Het evenement wat jij kent. Je bent er geweest ook alweer. Absoluut. Moet, moet, moet. En uh, je hebt ook de mannen Miro en Jur daar onder andere gekleed. Zeker. En um, ja, in dat thema, dat gaat deze keer om Not So Gentle Gentlemen. Nou, dat vond ik wel een mooie omschrijving. Stukje hoe kom je opdaags, daarbij belangrijk. Absoluut. Wij hebben Miro zelf, kleine insider scoop, ook een keertje geflampt op een evenement van ons. Omdat wij van jou hadden geleerd hoe we iemand even in twee stappen konden testen <laughs> of een pak. Dat is hoe Miro bij mij terechtkwam. Yes. Miro, shout out <laughs> naar Miro. Uh, hij hij connectte mij toen en hij zei letterlijk: hij zei, hij zei, Maat, ik heb een pak nodig voor jou. Dat is één. Hij zegt dus, we gaan een afspraak in plannen. En twee, jij moet erbij zijn bij uh, Hard Time United Strongman. Dus ja. dat is zeg maar, omdat jij uh, naar hem toe ging tijdens de toespraak op jullie evenement uh, Man of Substance uh, ja, 2.0 was dat, toch? Ja, ja, ja. En toen zeiden jullie van, yo, uh, Miro Faka, uh, kan je knoop niet open op je mouw of zo. Ik liet, ja, ik ja. Ja, ik ja. Hij zei, ja, ik heb een nieuw jasje gehad. Dus, uh, Wat is met je mouw? Ja, Wat is uh, met uh, je, je mouw? En ja. dat is het ding, toch? Want als je, niet als je het niet weet, weet je het niet. Maar op nee. het moment dat je het weet. De meeste mannen die hebben zoiets van: oké, okay, fuck man, ik moet er wat aan doen. Want je trekt de pak aan om, of met een bepaalde uitstraling. Je wordt krachtig overkomen, maar dan moet het pak ook kloppen. Ja. Ja, Toch? Je kan niet in een Ferrari zeggen dat, je, zeggen dat je in een Ferrari wil rijden. en dan uiteindelijk stap in een, Villa, uh, in een Fiat met uh, Ferrari Velgen. Nee. Het moet een Ferrari zijn. De ja. engine moet kloppen, alles moet kloppen, uit, uit te staan moet kloppen en het interieur moet kloppen. Ja. Dus uh, iedere man die eigenlijk weet van, oké, okay, dit is dus waar een goed pak aan moet voldoen, ja, dan ga je gewoon schakelen. Je kan niet meer dan als je het eenmaal weet, weet je het. Ja. Het leuke is dus, wij gingen dus naar Miro toe en Miro ging vervolgens weer naar Jur toe. Oh en ja, ja, hebt, zo, kan ja. Erover, die open, ik ook niet. Ja. ja, ja, dus ja op de soap ja, smash ja, je elkaar. Ja, alles, ja, ja, elkaar ja, ja. Bedijen, die knopen ja. moeten open, guys. Ja, ja. man. Waarschijnlijk vreet je eten en waarschijnlijk komt het uit een kas. Maar als jij zelf een teler bent met een kas, dan is deze speciaal voor jou. Want kassen zijn een essentieel onderdeel van de wereldwijde voedselvoorziening. Maar om genoeg voedsel te kunnen produceren, moet die kassen natuurlijk wel in goede staat zijn. En daarom hebben ze onderhoud nodig. Onderhoud zorgt namelijk, net als bij je auto, voor voorkoming van storingen. En zo kun je als kweker het hele jaar zorgeloos doen waar je goed in bent. Stilstand kost geld. Dus goed onderhoud zorgt voor meer opbrengst. Maak gebruik van de servicegerichte aanpak van HS Timebo Service, de specialist in service voor kassen. Hun volledig gecertificeerde monteurs brengen elke kas in topconditie. Kwaliteit en snel klaarstaan voor klanten, waar dan ook ter wereld, is bij hen de standaard. De werkwijze van HS Tuinbouw Service wordt door honderden klanten onderschreven. En met 13 tot 20 verschillende teams staat er altijd wel een team klaar om jou op korte termijn te helpen. Dus ben jij klaar om je teeltprestaties naar een volgend niveau te tillen? Klik dan op de link in de beschrijving en neem vandaag nog contact op met het team van HS Tuinbouw Service. Hey, June. Om gewoon helemaal bij het begin te beginnen, want ja. wat ik al zei, heel veel gasten tegenwoordig vinden pakken interessant. Ja. Nou, wij ook, wij lopen altijd een beetje wijs te doen in een pak, alsof we er wat van begrijpen. Dat hebben we voor een groot deel te danken aan jou, dat we een beetje weten waar het over gaat. Maar ik wil vandaag echt de diepte ingaan en eigenlijk mensen gewoon een volledig handboek geven. Top. Hoe kleedt de heer zich, ook als een heer? Super nice. Zodat dus alle jongens in Hollister t-shirtjes en uh, andere onzin uh, een keertje volwassen kunnen komen opdagen en uh, gewoon uh, echt zaken kunnen gaan doen. Ja, tof. Ik wil helemaal bij het begin beginnen. Een pak. Want we vinden het allemaal heel normaal dat, dat, dat we de lapel bestaat. je ja. gebruik nu al dure termen. Ja, hoppatee, van, je ja, snapt he? hem. Ja, je hebt toch geleerd. <laughs> dat het er allemaal is, maar jij hebt ons al een beetje verteld hoe het allemaal ontstaan is. Dus zou je ons ermee terug kunnen nemen naar dat stukje begin? Waar komt een pak precies vandaan? Ja, of course, of course. Uh, het is natuurlijk belangrijk om te weten wat de historie is, de oorsprong van iets. Als je dat begrijpt, dan kan je het ook wat beter uitstralen en dan uh, bedraagt het ook wat prettiger. Um, een pak, zoals wij hem kennen, vandaag de dag komt uit het leger. Het is een uniform uit het leger. Dus het is ontstaan eind de jaren 1800, begin jaren 1900. Uh, wanneer de jongen een transitie maakt naar een man. De kleermakers in die tijd maakten een uniform. Want dat is op een gegeven moment wat je aan moest trekken in het leger. Want dan presteer je op een bepaalde manier representatief um, dat is wat het was. All right? Um, als je op een gegeven moment zo'n pak aan had, uh, dus uh, er zijn een paar onderdelen van een pak zeg maar, waar je rekening mee moet houden. Zeg maar dat het klopt, dat je ook een goed pak van, uh, van je ja, eigen rommel, massaproductie kan onderscheiden. Ja, en uh, nou, je had het dus aan in het leger, en in het leger had je dus een surgeon of een arts, oké. Okay? Uh, die knoop op de mouw waar we het nu heet, het over hebben, dat die open moet. Dat komt dus vandaan van die, van die surgeon, van als een, als een arts of een dokter in het leger. Gewoon een soldaat of een patiënt moest helpen. Je wilt natuurlijk niet, kijk, uh, je, had, je had zoveel kobertjes, dus zoveel uniformen had je niet. Dus je wilt niet dat die helemaal onder het bloed komt, dat je onder viezigheid komt. Dus je moet je mouwen kunnen opstropen. Dat is waarom uh, die knoop functioneel moet zijn. Hè? Dus het is een functioning button, Surgeon cuff, de arts knoop, dat is hoe je het noemt. Dat is waarom die open moet, zodat dus je hem op kan stropen. Vandaag de dag hoeven we gelukkig niet uh, op, uh, op straat uh, gewoon de mensen te helpen. En dan ze maar op te stropen, hoop ik. Ik hoop dat je in zo'n situatie komt. Maar. Om, uh, als een stukje, om de maakwijze, de kwaliteit aan te kunnen duiden van jouw pak. Laten wij dus één knoop open op de mouw. Om aan te, um, om aan te duiden van dit is een, dit is een functioneel, functionele pak. Dit is een bepaalde maakwijze. Het is geen massaproductie. Dat is zeg maar waar het om gaat. Omtrent die knoop. Je moet, drie, je moet op drie dingen letten. Enerzijds dus is die knoop die ik zojuist heb uitgelegd. Anderzijds een pak... Dus het uniform heeft een skelet, een fundering, dat zit van binnen. Dus tussen de voering en de stof van het pak zit iets stevigs. Dat, dat heet canvas, oké? Okay? Canvas wordt voornamelijk gemaakt van paardenhaar of het is een mengsel van katoen met paardenhaar. Dat zit tussen de voering en de stof van het pak, oké? Okay? Waarom zit het dat daar? Uh, versteviging, uh, het zorgt er ook voor dat het de, dat de pak goed op je lichaam valt. Dat noemen ze de drape. De, de, het pak valt, het omhult jouw lichaam goed... Nou, vaak als wij iets aantrekken, dan merk je ook je overhemd of je trui of whatever, dat voelt warm aan. Waarom? Je lichaam is warm. Die warmte trekt in dat canvas van het pak. Dat canvas van het pak wordt soepel en die, dat gaat zich naar jouw lichaam vormen. Dat is vaak waarom, stel dat Koen een maat 50 draagt en ik draag ook een maat 50 en wij ruilen ons jasje om. Gek genoeg zit zijn jasje niet zo prettig bij mij. Omdat zijn jasje zich overgevormd tot zijn lichaam. Dat is waarom dat canvas te zit. Er zit een ander voordeel aan. Dit is een vraag aan jullie die ik nu ga stellen. Oh. Als je een pak moet reinigen... Wat doe je dan? Hier weet ik het antwoord op. Je gaat hem stomen. Oké. Okay. Ja, stom, en wat sorry. krijg je? Paardenhaar kun je prima stomen. Oké. Okay. Maar wat There gaat er go. gebeuren I als je... vind so de... ik zo tof, guys. Let's okay. fucking go. Hij heeft opgelet. Let's yes, go. Als je de off-the-rack shit van uh, de gemiddelde Zara of andere tent neemt. Yeah. Wat je gaat krijgen, er zit een soort van ingelijmd stuk canvas in. Dankjewel. Goedkoop canvas. Okay. En lijm met veel water en stoom. Wat doet dat? Laat los. There you go. Laat oplossen. Thank you. Dus uiteindelijk flikkert je hele jasje uit elkaar. Oké okay dan. Dus, jij, dus jouw jasje komt van de stoom Of na een verloop van tijd trekken dat jasje aan. En het gaat bubbelen. Het gaat schilveren. Het, gaat... Mm. het zit niet lekker meer. Ja. Of, of het vervormt een beetje. Maar dat is ook is logisch. Want dat lijm is niet bedoeld dat het op de belangrijke termijn goed blijft zitten. Het is gewoon een snelle massaproductietechniek. Om die kosten te verlagen tijdens de productie van je pak. All right. dat, tijdens de industrialisatie werd dat een ding. En uh, toen ging ze lijm tussen zetten. Want dat was gewoon oh. makkelijk en goedkoper. Het probleem is echter, de bedoeling als je zo'n pak aanschaft, je wilt er niet heel kort mee doen. Je wilt er juist jarenlang van kunnen genieten. Dus in precies wat je zojuist hebt uitgelegd klopt. Dus als je hem gaat stomen, is het handig als er canvas in zit, dus echt paardenhaar. Want dat is natuurlijk stof. Dat is net als katoen en wol en linnen en whatever. Dat gaat gewoon super lang mee. Dus dat is heel belangrijk. Dat is punt nummer twee. Dus punt nummer één was die knoopjes. Punt nummer twee is uh, canvas. Punt nummer drie. Wat maakt een pak Italiaans? Of als mensen zegt ik heb een Engels pak aan. Wat maakt dat pak Engels? Een soort stof die gebruikt is voor. Thank, het pak. You. Thank you. Dankjewel. Dat moet transparant zijn. Oké, okay? als je een winkel binnenloopt en zegt ja, we hebben hele mooie Italiaanse pakken. Eigenlijk moet je als consument vragen, wat maakt het pak Italiaans dan? Niet te fit. Want je kan nu ergens anders en weet ik veel waar jij een pak nu vandaan, want je kan hem naar de kleermaker brengen en met een soort van slim fit en dan zegt dat het Italiaans is, dat klopt niet. Wat een pak Italiaans maakt, is de stof die je gebruikt om je pak te laten maken. Alright? Als je bijvoorbeeld bij mij in mijn boutique komt, zie je allemaal verschillende stoffen, uh, stoffen liggen. Van de Loro Piana, Drago, Cacciopoli, Ariston, whatever. Je, je kan het zo gek maken als je wil. Dat zijn allemaal Italiaanse stoffenweverijen. Wat zij doen, zij, zij produceren stof voor pakken. Okay? Ik ga zo uitleggen waarom het uh, heel belangrijk is, dat het, uh, waarom zij daar zeg maar, zo groot en goed in zijn geworden. Mm -hmm. Maar voor jou om aan te tonen dat het een Italiaanse pak is, dat is dan in je voering ik weet niet of dat ik op camera goed ziet, maar bijvoorbeeld bij ons allemaal jassen staat er een naam van een stoffenweverij. Ja. In mijn geval is dat Drago, in jouw geval is dat Drago, en in Koens geval is het. Drago. Oké, okay, dan thank you. Drago is een stoffenweverij wat in de jaren 70 uh, is gestart. Waar zij heel goed in zijn, is, zijn uh, is hun verscheidenheid. Dus de veelzijdige stoffen die ze hebben. Um, bijna alle pakken bestaan uit, uh, 90% bestaat uit wol. 90% van de pakken, ga ik zo uitleggen waarom. Dat doen we straks later in de podcast. Daar ga ik daar veel dieper op in. Maar om dus aan te kunnen tonen van ik heb een Italiaans pak. Moet het credible zijn, geloofwaardig. In die voering van jouw pak moet dus de label staan van de Italiaan die, die jouw stof heeft vervaardigd. Waarom zijn de Italianen zo goed? In Italië heb je veel bergachtige omgevingen. Daar is gewoon bronwater vanaf. Dat is puur water, 100% water, zit geen kalk in. Dat wol, uh, of het nou merino-wol is, uh, whatever, wat voor type wol. Als je dat wast in bronwater. Uh, behoud je 100% van de kwaliteit van de vezel van jouw wol... Waardoor je soepel wol krijgt als je straks het vol gaat spinnen. En je maakt er stof van, kleding van. En dan krijg je mooie kleding. All right? En om aan te tonen welke Italiaan, welke Italiaanse, vaak zijn het familiebedrijven welke Italiaanse familie die, die, die je stof heeft vervaardigd. Moeten dus bijstaan uh, in jouw pak, in de voering, in de label van uh, wie het heeft gemaakt. In ons geval Drago, voor het zelf was, stond de Loro Piana, of whatever. Dat maakt een pak Italiaans. Drie dingen waar je op moet letten bij een goed pak. Knoop, canvas en die, dat Italiaans, uh, die Italiaanse stoffen. Um, tuurlijk, canvas zie je niet met je blote ogen. Ik kan het voelen, want er zijn drie lagen. Je hebt de Italiaanse stof. Dan heb je dat canvas wat ertussen zit. En dan heb je uh, je voering. Dat zijn drie lagen. Maar de reguliere klant die kan dat niet zo enthousiast voelen. Dat is dus waarom we vaak één knoop op de mouw openlaten. Om de maakwijze aan te duiden. Als je knoop op de mouw open kan, kan je er vaak vanuit gaan. Dat de binnenkant ook daadwerkelijk echt canvas is. Als die knopen nep zijn op je mouw, zie je knopen. Niet functionele knopen. Als, als een producent al geen reet geeft om die knoop op je mouw wat zichtbaar is. Laat staan wat er in jouw pak zit. Zo moet je dat een beetje. Dat is een beetje de vuistregel. Dus als iemand nu dit zit te kijken of luisteren. Die denkt ik heb een jasje. Er zit knopen op, laat me het checken. Wat moeten ze dan doen? Uh, dan checken ze dus op die, of die knopen open kunnen ja van nee. Als je knopen niet open kan, dan kan ik je eigenlijk als goed als verzekeren dat ze nou eenmaal hoe die markt op dit moment in elkaar zit. Alright, dat er lijm zit in jouw jasje. Mm -hmm. Heb je dus een echt pak hangen? Sorry, nee. En voor, en wat de, con zijn, oh, sorry. En voor de context, hè, bijvoorbeeld, uh, uh, we hebben elkaar. Vorige week nog gezien. Ja, ik kwam bij jou langs ja. in Rotterdam. Ja. En ik, ik nam altijd geven, hé, jongen. Ik nam mijn drie delen. <laughs> flink duren, waar ik echt goed geld voor heb betaald. Yeah. Tommy Hilfiger pak. Oh jee, yeah. Tommy Hilfiger, ja. Yeah. En uh, het is niet om Tommy Hilfiger ofzo, of zo, yeah. maar ik wel ja, maar, maar ik hey, Tommy, skiosie vriend. Oh. Tommy, nee. Tommy nee, nee, niet ketchup nee, 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 nee. man. Nee, nee. Ik heb het, ik heb de pak echt met jaren met trots gedragen. Ja, ja, ja. En ik kom er gewoon achter dan van, ja, de knoopjes kunnen niet los. Ja. Hey, Oké, okay, dat kan vast. zit ook niet goed. Nee, nee. Dus eigenlijk, zo'n pak, zelfs van zo'n merk, waarvan je denkt: van... oh, en heb je nog eens goed geld voor betaald? Ook, ja, hè? ja, dat is het ergste. Ja. Hoeft helemaal niet van kwaliteit te zijn. Ja, there you go. Dus je verkoopt een merk. Ja, dat is de power van de merk. Je verkoopt op dat moment je merk en niet per se kwaliteit in het product. Hmm. En um, wat merken doen, helaas, nou, dit is dus nu een voorbeeld. Ze maken gebruik van de onwetendheid van de consument daarin. Alright. Hoe, dus, dus de enige manier hoe je als consument erachter komt is... of je gaat naar een goede teler. Want bij mij als je binnenkomt krijg je een workshop. <laughs> Sorry. Op het moment dat je de deur uit gaat weet je gewoon ineens veel meer van pakken. Ja. Dat vind ik gewoon belangrijk. Want de man draagt het pak. Het pak draagt de man niet. Dat is zeg maar de gedachtegang erachter. En dat, inderdaad met dat driedelig pak je, wat je toen had. Um, vaak is het ook dat die stof niet 100% wol is. Maar dat er ook nog eens wat polyester in zit. En daar gaan we zo meteen ook op in. Strakjes over die stoffen. En dan ga ik ook vertellen waarom je geen pak van polyester wil. Krijg je anders. Wat zei je? Krijg je Ook. Uh... <laughs> Die heb jij een paar keer gehad met dat pakje? <laughs> ja, 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 ja. uh, het, adem, het ademt voor geen meter. Dat is gewoon ja. synthetisch stof. Ja. Uh, weet je, het enige voordeel is, is, omdat het synthetisch stof is, is het heel stevig. Het is heel stug. Ja. Dat is, dat is het meest het sterk. En, en het is goedkoper om te produceren. Dan dat je echt hoogkwaliteit voor hebt. Of lin of katoen of zijde of whatever. Dus dat is zeg maar, het voordeel qua productie. Zeg maar, Kostentechnisch voor, voor, voor polyester. Maar als, als, als persoon zijnde wil je dat niet aantrekken. Plus het lijkt vaak gewoon op een plastic pak. Mm. En dat wil je ook niet hebben. Je uitgaan dat het zo plastic is. Dus uh, polyester, don't do it. En... Als we dan, want jij zegt het toch wel, Tommy Hilfiger. Wat zijn een aantal merken waarvan mensen misschien kunnen denken, hey, ik heb een goed pak gehad, maar het is het eigenlijk niet. Ah, moet ik dit gaan doen, guys? Moet ik, moet ik, <laughs> ja? Ik zeg het wel. Allright, uh, oké. Okay. Ik kan uh, het wel. Ik, Hugo Bos? Uh, helaas hebben ze ook uh, geen ook echte niks. functie nee. in de nee. uh, Tommy Hilfiger dus ook niet. Nope. Uh, Calvin Klein? Calvin uh, Klein maken die überhaupt uh, pakken? Uh, even kijken. Tom, Calvin Klein behoort onder een PVH-groep dat dezelfde valt als Tommy Hilfiger. Ik ga ervan uit voor niet. Ik heb die, ik heb nee. die zelf niet gecheckt. Nee, nee. Uh, zijn er andere grote merken waar je aan kan denken die eigenlijk niet... niet op, laten we het zo zeggen. Niet ja. goed of slecht. Niet op die manier jasjes en... Uh, andere Strelson is een ander voorbeeld. Uh, zelfde Kijk, de reden waarom ik dit weet... Uh, nogmaals, ik ben hier niet om andere brands te bashen. Uh -huh. Ik ben hier om duidelijk te maken... dat zodra jij jouw superheldenpak aantrekt... moet het ook daadwerkelijk je superheldenpak zijn... ook in terms of quality. quality. Dus kwaliteit. Oké? Okay? De reden waarom ik dit allemaal weet... is omdat ik dat op de harde manier heb moeten leren. Je zou zeggen helaas... maar uiteindelijk heeft dat mij gebracht waar ik zeg maar nu ben... Want toen ik net 26 Soots ging starten, uh, mijn uh, frame, ja we gaan straks over hoe ik zeg maar, dit allemaal ben gestart en waar ik heb gewerkt en wat hebben. Mijn framework waren de van Griels, de Soots Supply, of nee is dus niet uh, Soots Supply, want Soots Supply, uh, Shout-out naar Soots Supply, die die, die die doen hun ding goed. De van Geels, de, de Hugo Boss, de Tommy, veel, heel veel is, et cetera. Wat zij in hun label hadden was Made in Bulgaria. Ik denk ja toch, ik ga naar Bulgaria. Dus via LinkedIn had ik de, 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 de producent gevonden. Ging ze connecten? Van: Yo, ik wil een pakkenmerk van de grond tillen. Ik wil graag bij komen inkopen. Zo was ik naar Bulgarije gegaan. Oké, okay? om een lang val kort te maken. Ik kwam daar binnen. kreeg een hele rondleiding, Ik zag letterlijk al die Strelson pakken Hugo Boss pakken et cetera, op de loopband. Ready voor distributie in Europa. Ik dacht: Ja, toch. Ik ben bij de plak. Let's go. We gaan business doen. Dus ik had letterlijk, uh, hey, nou, we hebben allemaal dingen afgetikt en hoe ik die pakken wilde hebben, design weet ik het allemaal. Ik had, ik had een stuk of dertig pakken bij ze afgenomen om gelijk met de voorraad te kunnen beginnen. Gelijk betalen, want dan willen ze rennen voor je, dan gaan ze hard werken. Dus ik terug, vlieg, vlieg terug van Bulgarije naar Nederland en uh, vier weken later kwamen die pakken binnen. Het eerste wat ik deed, ik ging die mouwen checken. En die mouwen konden niet open en ik ben, ik, naïeve guy dat ik was gingen ze toen bellen van jongens, ik denk dat de Pong gelukkig een verkeerde levering of een verkeerde fout, want dit is denk ik niet mijn bestelling. Nou, lang verhaal kort maken, dat werd een ja-nee verhaal. Ik was gewoon oh. mijn geld kwijt, st een stuk van mijn startkapitaal weg. Mm. <laughs> Welkom in het leven van ondernemer, baby. Dit is geen school meer. <laughs> goed leergeld. En, en snap je, goed leergeld. Um, en zo, maar zo kwam ik erachter van shit. Dus ik ging naar die winkels. trouwens? Je mag alles zeggen. Let's fucking is. go. Ik ging naar die winkels van uh, Hugo Bos en uh, et cetera. Naar die boutiekjes. En ik ging checken of die knoppen op de werk niet open konden. En ze konden ook niet open. Ja, en toen. Ik wist hoe het niet moest. Wist ik hoe het wel moest. Zo had ik mijn huidige producent in Poortgog gevonden. Naar mijn mening de beste in Europa. En zo kon ik op een gegeven moment mijn voldoen aan mijn gentleman's agreement. naar de mannen die bij mij langskomen voor een pak. Dat je kwaliteit krijgt voor wat je kon aanschaffen. Dat is zeg maar hoe ik dit allemaal weet. Dus als jij als kijker je afvraagt of je pak goed is. Naar nou, de merken die ik zojuist heb opgenoemd, Dan weet je het al. Ik denk dat Hugo Boss tegenwoordig wel een soort van super premium dure lijn hebben. Waarbij ze volgens mij dan wel die knoop open kunnen. Het ja, dus wordt van... Van... niet gewiepie collectie. Uh, snap <laughs> je? Ja. Dus, dus als jij als luisteraar nu aan het luisteren bent. Of kijken. En je denkt van heb ik een goed pak. Check even aan de hand van deze dingen die ik zojuist heb opgenoemd. Of, het, of je daadwerkelijk een goed pak in de kast hebt. Denk nog knoop. Knoop, canvas. canvas en de, de, de check-in voering, welke label erin staat ja. van, de, van de weverij die jouw stof heeft gemaakt. In ons geval een Italiaanse weverij. Ja. En als je naar de stomerij bent geweest en heb je dan denk je allemaal bubbeltjes in, in je pak. Dan weet je hoe laat het is man. Dan weet je hoe laat, ik laat je wat het is. ik bedoel? Ja, dat was vervelend. Voor veel ondernemers is het lastig om gelijkgestemden te vinden. Dat is zelfs voor een groot deel de reden dat wij deze podcast ooit zijn begonnen. Hè. Het vinden van lotgenoten is niet altijd eenvoudig. Is niet heel gek, hè? het vinden van ondernemers die net als wij in de weekenden werken met een glimlach om 7 uur ochtends in een ijsbad gaan zitten. Ja, dat is niet heel normaal, dat kan nee. ik ook begrijpen. En dan kun je natuurlijk naar netwerkevenementen gaan, maar ik merk dat dat er toch best vaak bij inschiet als je heel druk bent en met dingen bezig bent. En daarom heeft Martin Wijnen van Grow Coach Business iets gaafs bedacht. Hij organiseert samen met Mero Vermeerder, die kennen jullie wel, op 19 en 20 juni een tweedaagse confrontatieretreat in Zeeland. En bij deze 2 dagen ga je echt in contact komen met gelijkgestemden en leer je jezelf op een dieper niveau begrijpen. Ze dus gaan samen met nog een aantal andere experts diep in op zowel mentale als fysieke uitdagingen, de verbinding tussen mannen en vrouwen en er zijn workshops gericht op jou die ervoor zorgen dat je een keerpunt bereikt in zowel je persoonlijke als in je businessleven. Dus niet nog meer cursussen en educatie, allemaal dat soort dingen. Nee, gewoon Waardevolle informatie met goede implementatie. En je kunt je nu gratis aanmelden voor de wachtlijst... van maximaal 30 ondernemers via de link in de beschrijving. Dan hebben we dus het stukje um, knoop die open moet kunnen. Surgeon's cuff. Um, wat maakt verder? Want ik weet ook, jij hebt ons ook een tijd verteld. Hè? Jij hebt dat dan toevallig niet. Maar volgens mij het lapel en dat soort zaken. Degel, wat, ja. wat maakt nog meer dat een pak... Want er zijn nog veel meer facetten en dingen. Er zitten bepaalde zakken op. Bepaalde ja, yes, yes, sluiting, yes, yes. Oh, ja, ja. Wat het nog meer zeg maar, uniform maakt. Ja, okay. alright. Um, kijk, ik heb nu een jasje aan. En die heb ik dan gedesigd. Uh, dat is een, een jasje zonder lapel. Ja. Um, lapel, sommigen noemen het een revers. In deze podcast gaan wij het een lapel noemen. En dat zijn dus uh, deze. Dat, zijn die, dat is die, ja. Dus de, in de, in de, om het even plat te zeggen, de, jou, de kraag van jouw pak. Ja. Alright. Um, vroeger werd die rechtop gedragen. Ja, wat nu heb, ja, precies als Jarom nu naar boven doet. Kijk, boom. En als je een beetje naar elkaar toe haalt, dan zie je al dat het wat meer op een uniform begint te lijken. Het ziet en ziet er gelijk uit als zo'n uh, villain, man. Ready for the war. Ja, <laughs> ja letterlijk, <laughs> toch? General. En uh, dan, dan zaten er uh, emblems bij en whatever, medailles. En dat was gewoon jouw uniformspak. Uh, je moet begrijpen, hè? de pakken, de uniforms werden gemaakt niet voor de catwalk. Die dingen waren altijd bedoeld dat het functioneel was. Alles had functie. Ja. Dus, uh, bijvoorbeeld, uh, op de achterkant van jouw pantalon, um, even kijken, ik heb hier een broek bij me. Er zit er een uh, split in. Dat noemen ze de after dinner split. Dat als je hebt gegeten en de spanning gaat naar je band, ja, en hij is niet elastisch, dat jouw band wel een beetje open gaat staan, zodat hij die, die spanning kan opvangen dat hij niet scheurt. Oké? Okay? Uh, in, in je broek, voorin, zit er nog een klein zakje, waar we eigenlijk bijna nooit gebruik van maken. Maar dat heet de Dupont pocket, want iedereen rookte vroeger. Iedereen had zo'n zippo, zo'n zipper. Ja? Dupont. Volgens mij is Dupont een Frans woord. Nog steeds bestaat dat, man. Nog steeds, toch? Ja, ja. Andrew ja. Oh. Tate heeft altijd niet. Oh, ja. Ja, ja, ja. Mij die ja. dure gouden. Waarmee ze opschemmen. Die moesten we ergens kwijtraken. Dus um, je kon het altijd gewoon in je Dupont pocket, speciaal voor een Dupont werd het gemaakt, in je pantalon. Die heb je waarschijnlijk niet eens door dat het te zit. Als je een, een pak van een bepaalde kwaliteit heeft, heeft 9 van die keer hebben ze Dupont pockets. Een Dupont pocket. In de zak van, jou, uh, van je pak, oké, okay, van je broek, zit er een extra kleine zak. Oké, okay? daar kun je muntjes in kwijt. Nee, joh. Dat heet de coin pocket. Dus als jullie nu een rechte zak voelen, er zit ja, er nog man. een klein zakje. Dat is me wel eens opgevallen, ja. Denk ik, wat is dit? Nee joh. Noem <laughs> je wist je dit niet? Nooit gemerkt? Ja, maar, ik dat niet tof joh. Hij ah, zag het, Koen zag weet ik. Maar, <laughs> dat is toch, maar dat is toch het leuke? Dat al die functionaliteiten erin zitten. Ja. En dat het ook daadwerkelijk ja. ergens voor uh, 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 gebruikt werd, zeg maar. Uh, in je in uh, lapel zit ook een knoopschat. Ja. En, maar gek ja. genoeg zit er op, de, op je andere lapel zit er geen knoop. Ja. Waarom de hek zit die knoopschatten? Omdat dus vroeger jou, dus jouw lapel rechtop werd gedragen. En om hem rechtop te houden, moest je het vastknopen zodat het ook rechtop bleef. Mm. Dus dat zijn allemaal kleine karakter-eigenschappen van een uniform. Wat dat pak dus een, een uniform maakt. Dus en als we vandaag de dag kijken naar een pak, de reden waarom het de uitschanging heeft waarom die heeft, is omdat het, dat waren de functionaliteiten ervan. En dat is de afgelopen 100 jaar is dat nauwelijks tot niet veranderd. Zo moet je dat zien. Nice, ja. nice, nice, nice. Oké, okay. en jij bent daar volgens mij uh, behoorlijk mee aan de slag gegaan. Als je hier bent dingen gaan doen. Wat mij opvalt, hé, je zegt uh, het is gekomen van eigenlijk een uniform. Ja. Maar als je nu kijkt naar een pak, als je kijkt naar jouw pak, is ja. dat anders dan mijn pak. Ja. Is dat weer anders dan Koen's pak. Ja, facts. Met redenen, jij draagt hem nu open, maar Koen draagt hem dicht terwijl hij zit. Ja. Dan zeggen we Koen, mensen tegen Koen, ja, klopt niet dat je ja. hem dicht draagt, want ja. als je zit moet hij open. Ja. Maar toch doet hij het goed. Ja. Ik heb hem wel open, ja. toch doe ik het ook goed. Ja. Jij, oh ja, jij doet wat je zelf wil volgens mij. Ja. Als je de regels kent, kan je het een en ander buigen. Maar vergis je niet, um, er zijn dus dit, wat wij, waar wij het nu over gaan hebben, voor de luisteraars uh, thuis ook. Dit heet etiketregels. Alright? Dat zijn bepaalde regels waar je niet van wil afwijken. Okay? Want dat is gewoon het wereldje waar je je bevindt zodra je een, een, een goed pak aantrekt. Okay? Um, als je vaak voor de formaliteiten, als je rechtop staat, sluit je je knoop. Want dan zie je je pak netjes, formeel. Ziet er goed uit. Zodra je zit, komt de spanning op je knoop. Omdat je gaat zitten en er komt spanning op je knoop, doe je je knoop open. Dus je gaat zitten, doe je doet knoop open. Uh, uh, Jaro heeft een single-breasted pak aan. Wat, is, wat betekent dat? Dat is een pak, bestaat uit twee delen. Bestaat uit een Colbert en een pantalon. Single-breasted, want er zit alleen maar één rij, er zit een enkele rij knoop in het midden. Je ziet dat er twee knopen op zitten op een single breast pak. Dat is het pak wat bijna trouwens iedereen gewend is. Bijna iedereen draagt het, zeg maar, dit model. Dit is het ja. meest bekende model. Uh -huh. De bovenste die, 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 die sluit je en die onderste laat je open. Oké, okay? de onderste laat je open. Dat is een etiketregel dat komt uit uh, King Edward. De Seventh als het goed is. Begin jaren 1900. Uh, Koning Engeland. Uh, had een dikke buik. Uh, als hij bepaalde. <laughs> we moeten gewoon even noemen wat het is, kijk. Ja, ja. Hij had een dikke buik. Wanneer uh, hij bepaalde gasten had. Zijn uh, ondersknoop die kon hij open. Om ervoor te zorgen dat hij zich niet gênant zou voelen. Uit respect voor hem. Deden zijn gasten ook hun ondersknoop open. Oké? Okay? Op een gegeven moment werd dat een ding wat mannen gingen doen. Op een gegeven moment werd dat een etiketregel. If you know, you know. De ondersknoop die blijft open. Maar het gewoon een hij van. Dat is toch gangster? Is eigenlijk super gangster. Je ziet het ook nog steeds wel bij dikke guys met een bak aan, man. Je ziet dat die ene knoop is. Holding on for their life, man. Holding on for hey. their life. Te veel spanning Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus het is best gangster dat je zo'n zo eigenlijk bijna een soort van trend ja. kan starten. De etiketregel. Ja, vroeger zaten mensen ook vaker te paard. En dan zeggen ze ja, maar het is dus qua functionaliteit, functionaliteit was het ook beter. Ja, maar eigenlijk waar dat uh, vandaan komt die functionaliteit voor op de paard is. Achterop jouw cobber heb je een split. Mm. Een uh, soort van dubbele split. Mm -hmm. ja, ja, die, ja, die zijn open. Dat heeft te maken met comfort, dat dus je goed kan bewegen. En als je ook op, 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 op een paard zat, dan kon je ook open. Jij wilt wat zeggen? Ik weet niet wat je wil zeggen. Ja, je zegt die zijn open. Mm. Ah, oké, okay, there you go. Yeah, yeah, let's go. Let's go, let's get into it. Uh, soms zie je wel eens mensen buiten. En dan is, is die split, dus die, die, die dubbele opening op de achterkant van jouw Colbert, mm. die is dan. Uh, ja, die. Ja, precies ja. die. Daar Als jullie op camera zien, dat is de split. Die heb je aan twee kanten, ja, rechts en links. Ja. Maar als het pak nieuw is, als die in de winkel hangt, of qua transport, of in de, bij de producent, dan nijzen ze dat vast aan elkaar. Wat, waarom doen ze dat? Een pak moet je uh, uh, persen. Dus om, uh, die moet je glad maken, moet je persen. Als die is geproduceerd, ga je hem persen. Maar als je pers, wil je niet dat die split uh, gaat kreukelen of gaat vouwen. Mm. Dus om ervoor te zorgen dat dat recht blijft, nijzen ze dat aan elkaar vast. Oké, okay? en tijdens het transport houden ze het nog steeds aan elkaar vastgenijd. Want wanneer het in de winkel komt, ziet het er netjes uit. Ja. Het moment dat je een pak of een Colbert koopt, maak dat ding zo snel mogelijk los alsof je leven er vanaf hangt. Want als jij buiten gaat rondlopen, ziet het er niet uit als die split nog vast zit. Nee. nee. Snap je? Dat is net alsof er nog een strik op je cadeau zit. Die strik moet er vanaf. Maar, maar dit is je? wel met herenmode. Uh, dus dit is een hele goede tip. Ja. Ik heb hier ruzie mee gehad met mijn moeder en oh, ja. mijn vriendin. Hm? Heb je al een nieuwe jas? M'n vriendin, pak mijn nieuwe jack. pap, Ze trekt gewoon die jas open. Oh, hey! Doe je De hele stitching naar de kloten, ja, ja. Wat ben je mee bezig? Nee. Je moet het wel. Het moet open. Hij moet open, maar je doet het voorzichtig. Ja, ik, ik deed voor het dramatische effect, zei ik dat ze gewoon trok. Maar waarschijnlijk deed ze het gewoon voorzichtig. Het ja, ja. klonk ja, beter oh, als ik. Oh, trok. Maar ja. Ja, 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 ik bedoel, oh, maar jij dacht of <laughs> ze dicht wilde laten. Ik dacht dat die... Oh, bro, ik heb dit doen heel ja, veel toch. mensen denken. Okay. Ja, maar te veel mensen zeggen dat ja. Als ik hem nieuw had, ik hield hem dicht. Op een gegeven moment ging ik ook denken: één hey, man. Oh, pak oh shit, maar pakje zei, Ja, ja, ja. Ik was uh, loslaten. Les, voordat ik mijn Tommy Hilfiger pak had, had ik ook een Calvin Klein pak. Met mijn Calvin Klein pak uh, yeah. zat sowieso al veel te strak. het ja. dus was één, ja, zeg maar. Ja, maar gewoon ja. niet op maat gemaakt <laughs> en shit, toch ja. gewoon gekocht, aangedaan. <laughs> hup, oké. Maar die flappen zaten dicht. Maar ook bij je boek, bij je achterzakken. Ja, ook man, dat ja, zaten ja, ja, dicht. En ja, ja. dat ja, ja. iemand tegen mij zei. Heb zit je achterboekzak helemaal opgepakt? Ja, we zijn aan dus. Je wel dat die <laughs> gewoon in zo'n bult zitten, <laughs> ja, maar, maar ik denk, ja, maar hij is dicht. Dus. Uh, ik denk, Hoe doe je ik weet ook niet waarom ze Vakken? hem dicht gemaakt hebben. <laughs> ja, ik ja, 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 weet je het <laughs> niet. Niet functionerende uh, zak. Uh, here, there you go. Dus één, de enige rit waarom al je zakken dicht zijn, die splitten zo, is puur uit technische redenen, zodat ze pak gewoon geperst kan worden. Maar hmm. ik twijfel nog steeds, want ik heb vanochtend dit opengemaakt. Ja, goed, ik mijn ding erin kon doen. Maar ik zat ook. Ja, ik denk, of volgens we mij kan die ik die het wel losmaken, of? maar dan voorzichtig met een ja, schaartje ja, het openmaken. Ja, maar ik twijfel gedaan. er nog steeds. Ik denk, ben ik nu slopen? Of, uh, dus dat is waar die verwarring dus vandaan komt. Dus vandaar dat ik jongens niet kan blamen dat ze het niet weten. Het is de taak van de teler of de verkoper waar je op dat moment je pak vandaan hebt gehad om dat te zeggen. Hmm. Je kan dit allemaal, heel eerlijk, hoe ga je dit allemaal weten, man? Waar we het nu over hebben. Zeg maar, tenzij je helemaal hebt lopen, uh, YouTuber, Googler, weet ik het allemaal. Zelfs dat, bro. Snap je? Dus ja. kijk, um, wat je open doet is je split. En je doet vaak jouw pochet, dus uh, jouw borstzakje, die doe je open. Daar doe je een pochetje in. In de volksmond doe je, gaat er een zakdoekje in, toch? Gaat er een zakdoekje? Ja, zakdoekje. Daar doe je een pochetje in om een beetje een, soms een flamboyante uh, jus eraan toe te voegen. Oké? Okay? Um, welke je zakken je wel dicht laat zijn gewoon de normale pockets, dus je, je zakken op jouw ja? pak. Laat die ten alle tijde dicht. Ja, maar, June, ik moet toch mijn telefoon kwijt? Ja, die kan je ook kwijtraken, maar die raak je kwijt in jouw binnenzakje van jouw Colbert. Oh, die is voor mij zo'n klein beetje open. Ah joh, als hij een beetje open is, whatever. Maakt niet uit. Oh, oh. Uh, laat hem maar gewoon zoals hij is. Want je wilt niet dat je hem helemaal open trekt. Waarom zeg ik dat? Want anders kan die zak van binnen gaan kreukelen en uh, poppen en whatever. Komt, en dan u. ziet het er niet meer zo mooi glad uit. Ja. Dat is meer waar het om gaat. Als also. hij een klein beetje open is, maakt niet erg. Uh, maakt niet zoveel uit. De pakkenwereld is wel een wereld van, uh, wat zijn ze allemaal doen? Wat zei je? Zakken moeten open blijven, moeten dicht, maar wel dicht dichtgenaard. Uh. Heel <laughs> eerlijk, zakken zijn <laughs> eigenlijk functioneel. Dus je kan, ze, je kan ze heus wel open doen. Alleen die, 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 die shu dat die, die mooie dat stukje oogvitamine dat het ja. zo mooi glad valt dat, dat verlies je een beetje. Ook even als je borstzakje open doet, je merkt dat hij een beetje gaat plooien. Ja. Ja, ja, Snap je ja. wat ik bedoel? Ja, ja. En als de borstzakjes maakt het niet uit, want je doet daar een pochette in. Je, is echt, je gebruikt een functioneel. Maar die die zakken, die normale zakken die gebruiken niet. Ja, man. Net en, als je telefoon toch? Je telefoon mag je niet in je zakken doen nee. of in je jasje. Ik uh, ja, naam trouwens allemaal niet noemen. Maar... Maar het moet echt in je binnenzak? Het moet echt in je binnenzak. Niet, ook niet in je, in je broekzak van je pantalon, want dan zie je zo'n grote rechthoek van je telefoon. Dan ziet het Jeez, niet uit. Yeah. Op een gegeven moment gaat het ook een soort van een teken achterlaten, zeg maar. Dan zie je mm -hmm. deze rare rechthoek in je pantalon. Weet je ook niet waar dat vandaan komt. Het ziet er allemaal niet zo charmant uit. Doe het gewoon in het binnenzakje van je colbert en je bent klaar. Als je een keer geen colbert aan hebt, doe het dan in je kontzak van je broek. Want dan, dan zie je dat niet zo in your face, oké? Okay? Um, even terug naar die, die knopen die open moeten. Als je gaat zitten, doe je dus je knoop open, ja? van, je, van je jasje, van je Colbert, doe je, je knoop open. Als je gaat zitten, zodat er niet span, geen spanning op je knoop zit. Heb je een dubbel breasted pak aan, zoals koen ja, ja. cool nu, dan is het niet erg als je die knoop dichtlaat. Want een, de regel met dubbel breasted is eigenlijk over het algemeen dat je je dubbel breasted uh, pak altijd dichtlaat, want dan komt het dubbel breasted pak het best naar voren. Wat is een dubbel breasted pak voor iedereen die thuis luistert en niet weet wat het is? Ik heb net gezegd een single breasted pak is, zoals uh, Jarom aan heeft met een enkele rij. Een dubbelbreasted pak is een pak, dus een, een Colbert met een dubbele rij. Oké, okay? dus twee rijknopen. Yes. Wat je eigenlijk krijgt, is een soort van botjas effect dat je een soort van twee lakens over elkaar uh, uh, doet, als het ware, en dan knoop je, knoop je hem dicht. Zit ook goed. Het zit ook super lekker. <laughs> het zit fijn. Snuggel. Heerlijk. Ja, 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 ja. Vaak het pak wat je, waar jullie ook uh, Jaro in zien in de podcast, do, zijn donkergrijze pakken, is ook een dubbelpresseerd pak. Ja. Waarom hadden wij ervoor gekozen om een dubbelpresseerd pak te maken? Dat is het meest autoritaire pak wat je kan maken, want dat is het meest uniform, general, leger type of look wat je kan creëren. Oké, okay. uh, wat ik zeg autoritair, het kan best, uh, 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 um, hoe noem je dat, uh, uh, zwaar overkomen voor de mensen om je heen. Een soort van, oeh, weet je, het ziet er best serieus uit. Je gaat er zo van staan. Je gaat er gewoon recht op van staan, man. Je gaat er serieus van staan. De jij Heelig. bepaalt, als jij een double het pak draagt, jij bepaalt die dag wat er gebeurt. Je voelt Niemand je anders. Kapo, die doet die kapo. Uh, there you go. Dat is. <laughs> ja, die voet is oh, oh, schaaf. De oh. de Waarom denk je dat al dat die Italiaan's toch? Kapo, die doet die kapie. Oh ja, nee. volgens mij heb je kapo niet staan. Niet anders. De kapitein! staat Kapo. Kapitein. Kapel. Kapitein! Ka Kapo die doet de kapie. Kon niet volgens mij. Was te lang. Was, was, was <laughs> oh, net Ja ja net uh, die Als je lang in de jas gaat borduren guys, Helaas. ga er geen hele bijbelteksten in borduren want dat past niet. Ja. Hou het kort maar krachtig. Dus bijvoorbeeld Kapo is bijvoorbeeld top. Ja, maar ja. ik vond het dus heel erg mooi, want je ziet uh, bijvoorbeeld Scarface ik weet ja. of andere maffia's weet je wel. Ja, ja. En dan uh, zie je die foto's. Ja. Je, je zag die double breasted. Ja. En dan hebben ze zo'n hoedje op. Ja. Ja. Maar hij zag gewoon altijd tof uit. Maar de dubbelbreast of zo, dan moet ik altijd daaraan denken. Ja. Maar als je dan kijkt in de corporate wereld, dan zie je dat helemaal niet terugkomen. Nee, nee, nee. Het ding is met de dubbelbreast, het is, het is best wel een, 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 een stoere maffia-look. Ja, je komt het niet is. voor de lol. Wat zei je? Je komt niet voor de lol. Je komt niet voor de lol. Zaken. Als ik kom met mijn double breast, als ik, ik zeg je eerlijk, ik prime mezelf ook, hè, Dus psychologisch werkt het ook. Als ik een dubbelbreast pak aantrekken, dan denk ik van ja, man. Vandaag ga ik murderen. Die meeting die ik vandaag heb of die klant die ik vandaag heb of whatever. No jokes. Trek ik een dubbel, dubbel presset aan. Dat is dus een tweedelig pak. Een, een colbert en een, een broek erbij. Je hebt ook zoiets dat heet een driedelig pak. Dat is een colbert met een gilet erbij. Sommigen noemen het een vest. Wat is dat? Dat is zeg maar dat een, een gilet. Is zeg maar dat vestje wat je alleen om je, om je heup aan. Of om je heup. Om je waist. Ja. Dat is uh, met die enkele rij. Een gilet. Dat trek je onder je jasje aan. Uh, en dan heb je, je je pantalon erbij. Je hebt drie onderdelen aan. Daarom heet het een driedelig pak. Wanneer trek je een driedelig pak aan? A. Als je de bruidegom bent. Of B. Wanneer je het voor het zeg hebt. Oké. Okay. Ja. Uh, we hadden het over Soets in het begin. Hè? Toen je zei van kijk de serie Soets. Uh, Harvey Specter. Die draagt een driedelig pak. Maar wat is Harvey Specter? Hij is partner van uh, die, die, uh, die office, van de ja. advocatenkantoor. Hij heeft het voor het zeggen. Ik draag hier de driedelig de drie pak. gilet dus je erbij, alles erop en eraan. Want ik ben de guy hier. All right? So, dat is ook een beetje die look wat je dus creëert met die double breasted. De reden waarom het gros dus echt 80-90% single breasted pakken draagt, is dus van single breasted pakken is toegankelijker. Is makkelijker. Je draagt hem lekker open. Het is misschien minder indrukwekkend. Het is wat relaxter. Een dabberbeste pak of een driedelig pak is, dat wekt veel meer indruk op. De okay? uh, tension is in the room. Je kan het voelen wanneer iemand dat aan heeft. Er okay? dat, 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 dat gebeurt wat. Um, uh, even kijken. Dus dan heb je die pakken. Uh, dus je hebt tweedelig en driedelig, oké? Okay? Van tweedelig heb je dus een, een single breasted, je hebt een uh, double breasted pak. En driedelig heb je dus, uh, komt er een gilet bij kijken, zo moet je het eigenlijk zien. Uh, in de pakkenwereld is het vaak een beetje het Engelse tegen het Italiaanse, alright? Dat Engelse is vaak wat meer uh, 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 een wijdere fit. Wijdere schouders, wat, uh, uh, een beetje een, wat meer een uh, loose fit, baggy broek, uh, zware, zware stoffen, dikke stoffen. Waarom? In Engeland is het gewoon koud. Je, wilt het gewoon, je moet het gewoon warm zijn. Als je Piki blijnd kijkt. Wat die boys aan hebben, zijn donkere pakken, dikke stoffen. Mm. En vaak hebben ze nog een baretje, uh, vaak ze nog een baretje op. Ja, ja. Dus snap je dat je gewoon lekker goed protected bent tegen het weer. In Italië. In de winter is het ook koud. Maar in Italië is het voornamelijk is het warmer. Als je die pakken die ze in Engeland gaan dragen in Italië, dan ga je is dan. Is game over, ik geef je 10 mm. minuten. Mm. <laughs> en je bent doorweekt. Yeah. Dus wat doen die Italianen? Die gingen dus kijken van oké, okay, hoe kunnen wij die stoffen uh, uh, meer licht gewicht maken, luchtiger, zodat wij het aan kunnen trekken. Plus, de zon schijnt hier vaak ten opzichte van Engeland. Als de zon vaak schijnt, dan ben je in een andere stemming. Weet je, dan word je ook wat meer de leukere kleurtjes laten zien en de patroontjes. En dan uh, komen er bepaalde dingen bij kijken, weet je. En dan op een gegeven moment werd het zodanig dat de Italianen echt met hun trucjes kwamen. Weet je, dus op een gegeven moment hadden zij bijvoorbeeld een, 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 uh, de schouder. Bijvoorbeeld bij mij en uh, bij uh, Jaro en Koen zie je bijvoorbeeld dat er een... We hebben gewoon een mooie schouder en um, uh, onze schouder valt gewoon glad als het ware. Maar wat de Italianen weleens deden was plooitjes in hun schouder verwerken. Dus een geplooide schouder, een pleaded shoulder. De, uh, 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 even kijken. Uh, Camisa Napolitana. En wat betekent dat? Dat is dus om het te laten zien van: oh, kijk, mijn kleermaker. die heeft een handmatig heeft die plooien erin gezet. Dus ik heb, snap je, een extra handmatig gepakt, zeg maar. Ik heb nog extra details erbij. Of, uh, wat sommigen misschien kennen, dat heet Sprezzatura. Wat is Spretsatura? Sprezzatura is basically dat je moeite doet in je stijl. maar je doet alsof je geen moeite hebt gedaan. Ah. <laughs> je toch, je laat het zo van ons land ogen. maar je hebt er echt fucking hard over nagedacht. Nee, nee, Hoe kan ik eruit springen? Ja. Bijvoorbeeld. Um, ik heb nu bijvoorbeeld mijn mouw opgestroopt. Dat kan enerzijds wat ik met knopen op kan. Maar anderzijds, ik wil eigenlijk gewoon laten zien wat voor voering ik eronder heb. Mm, Sprekstatura. Ja, 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 ja. Ik heb eigenlijk moeite gedaan. Maar ik doe alsof ik geen moeite heb gedaan. <laughs> zeg maar, ik ben dit toch? Maar ik heb moeite gedaan. Oké. Okay? <laughs> ja. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld: uh, je doet de riem om. Oké. Okay? Ik ben zelf geen fan van riem. Dan gaan we het zo ook even hebben. Mm, ja. En we gaan we het zo over hebben. Die is belangrijk. We gaan ja, het is belangrijk. Vieren. Ja, ja, we gaan mensen pakken. Maar stel je doet de riem om. <laughs> stel je doet de riem om. Uh, je riem moet je altijd combineren met je, met je schoenen. Ja? Dus als je bijvoorbeeld donkerbruine schoenen hebt, moet je donkerbruine riem. Heb je zwarte schoenen en moet je een zwarte riem. Oké, okay? laten we dat ja. even uit de wereld helpen. Dat is een regel, dat is een etiketregel. Net Wat zoals je Probleem één, man. Zoveel Gucci belts kunnen mensen niet halen. man. <laughs> Zoveel Gucci belts kan je niet halen. <laughs> dus die riem moet je eigenlijk weglaten, Want Daar komen we zo op. Maar bijvoorbeeld bij Sprezzatura Normaal gesproken als je een riem om doet, het uiteinde van de riem doe je altijd nog even in een riemlus, zodat het gewoon netjes zit. Maar bij spritzertoren doen ze het expres niet. en laten ze het hier een beetje naar beneden hengelen. Een soort van los. Omdat mm -hmm. het een soort van slordig uitziet. Maar als je dat in je stijl goed verwerkt, ziet het er eigenlijk best wel tof uit en stoer. Dus een soort van, oh dat is zijn stijl, ziet er Noorse land uit. Maar die gozer heeft er super hard over nagedacht. Snap je? Dus ja, dat soort dingen. Of bijvoorbeeld, ik heb hier een stropdas bij me. Daar gaan we zo meteen wat meer over vertellen. Maar normaal gesproken als je een stropdas strikt, uh, je hebt een dikke kant en je hebt de dunne kant. En als je een stropdas strikt, dan heb je zeg maar de dunne kant, die, staat, die is altijd onder de dikke kant. Ja. Oké, okay? en die, die verbergers waren. Maar bij Sprezzatura doen ze bijvoorbeeld dat ze die dunne kant een soort van daarnaast doen, dat je twee flappen ziet. Dat zie je ook wel eens, ja. Toch? Dat is ja. een, ook een Sprezzatura-ding. Geloof mij, dat hebben ze niet op ongeluk gedaan. Daar hebben ze echt over nagedacht. Trust me. Uh, okay. Snap je? Maar dat is een stukje Italiaanse. Dat is een beetje het Engels tegen Italiaans. Engels is wat klassieker, wat meer wijdere fit, wat zwaardere stoffen. Italiaans is een dunnere stof. Uh, over het algemeen wat dunnere stof. Wat meer uh, uh, sprekende kleuren. En uh, ja, Engelsen dragen het algemeen hun pakken iets meer slim fit. Ja. Dus net wat meer getailleerd. Engelsen? Uh, uh, sorry, uh, zei ik ja, al. Ja, de Italianen ten opzichte van de Engelsen dragen hun pakken iets meer getailleerd. Iets meer slim fit. Heeft dat ook te maken met dat Italianen nog wat meer dat linnen en dat soort dingen hebben? Of um, is dat een ander verhaal? Nee, niet per, se, niet per se. Maar ja, Italiaan dragen vaker linnen. In, Eng in Engeland ook wel hoor, maar in Italië voornamelijk. Waarom? Linnen is het stof wat het meest ademt, mm -hmm. ja, het meest luchtig. Dus voor de zomer, gevoelsmatig, word je daar heel blij van, als je dat aantrekt. Mm -hmm. Maar, linnen heeft één karaktereigenschap, het kreukt als een malle. Ja, yeah. Het is bijna alsof je een A4 aantrekt. Gewoon een yeah. A4 gewoon. Klopt, ja. Dus linnen, mijn tip aan iedereen die een luistert: als je van linnen houdt, uh, zorg dat je een stof vindt waarbij een, een soort van mengsel is van linnen met katoen, of linnen met wol, of linnen met katoen en wol. Dat heet een blend. Mm. Dan krijg je er nog steeds een beetje de voordelen van linnen. Ziet het yes. er ook nog een beetje wat uh, spils uit. Maar dan valt die wat soepeler dan dat je 100% linnen hebt. Want ja, 100% linnen is tricky, man. Ik heb altijd op vakantie die hemden en die broeken aan en zo. Dan na twee dagen meest gekreukelde. Maar dan, is, dan heb ik die sprezzatura. Wij hebben je sprezzatura. Goed, je hebt die ja. ja. gewoon, Doe alsof het de bedoeling was. Whatever. Maar je zegt twee dagen. Het is twee uur. Ja, ja, ja. helemaal toen <laughs> wij op Bali waren. <laughs> het op een gegeven moment liepen we naast elkaar. Ja, het, ja, het, het ziet er gekreukeld uit. <laughs> ja. het is echt wild. Hey, maar voor die mouw, hè? Maar kan ik die hij ook? gelijk met z'n allen. Ik wil dat zeggen, ik zie dat hij zijn mama opgestroopt. Kijk hem. Ik doe hem net los. Fred Zatora, guys, die ziet het. Hij doet uh... alleen één kant. Dat is zijn, <laughs> oh, dat is zijn, stel. Dat is zijn stel. Ik wil eerst nog vragen, toch? Maar ja, moet, je, moet je hem helemaal opstropen of een klein beetje? Nee, het is wel een klein beetje zeg maar. Het, is, het moet niet bedoeld zijn dat je korte bouw aan hebt, zeg maar. Het moet een klein beetje zijn. Eigenlijk de bedoeling is dat je net een rand van je, van je, van je voering ziet. Ja, dus echt net dat stukje. Eigenlijk. Net dat stukje zeg maar. En dat hij eigenlijk net een beetje boven de machette dus de boven de machette van je mouw, dus echt een stukje, dat polsgedeelte, mm -hmm. dat hij daar een beetje zeg maar bovenuit steekt. En doe dan je, dan al je knoopjes los? Ik doe altijd. Bedoel je, bedoel je überhaupt. je knoopjes die hierop zitten zeg maar. Of kan of... je doen, maar hoe meer je losmaakt, hoe meer je hem opstroopt. Ik doe er gewoon eentje. Gewoon een één los doen. Yeah. En dan stroop je hem omhoog. Mm -hmm. Snap je? En dan is subtiel. Zeg maar, het moet een soort van subtiel zijn, maar je hebt wat moeite gedaan, maar het moet musselant blijven. Ja, yeah, niet te veel. Not too much. Je, je, je kan eens wel je knop helemaal je mouw en zeggen, dit is mijn stel. Kijk, wat ik ook belangrijk vind om hier aan te duiden is, je hebt etiketregels en dan heb je stel. Ja. Etiketregels uh, zijn regels die, waar je aan je houdt, waar je gewoon niet omheen kan. Oké, okay? dan, moet, dan moet je gewoon even weten. Mm -hmm. uh, en, maar stel is het persoonlijke. Dat is waar ik heel erg van ben. Stel is forever. Stel is tijdloos. Ja. Stel is wie jij bent. Als jij de regels kent, kan je regels buigen. Niet breken, maar buigen. Dan pas jij je stijl en je persoonlijkheid erop, uh, uh, zeg maar, dan pas je stijl je persoonlijkheid toe aan je outfit, waardoor het meer jij gaat uitstralen. Mm. Dat is ook een stukje waar Spreadsatoren dan vandaan komt. Ja. Net als belasting... Dus niet ontduiken, maar ontwijken. Hé, Koen zei dat, guys. Geen financieel advies hier. Goddamn, oké, okay, wild. Uh, shout out naar Thijs Verlangen, weet je toch? Shout out naar hem, shout naar Thijs. Bel Thijs, vraag helemaal oh, niet. Bel Thijs, mij niet bellen. Hey, hey, ik heb, wat ook wel leuk is ja. in, uh, in dat hele ding van hoe je dingen draagt en zo, dat ja. je hier ook heel duidelijk verschil ziet tussen hoe stijlen zijn. Ja. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Koen's jasje, ja. mensen kunnen dat ook zien hier. Ja. Ik ga altijd gewoon voor. Clean. Voor clean. Hm. En dat is heel ja. grappig om te zien. Koen is wat dat betreft, qua outfit, je ziet, is het das ook en zo. Veel, veel expressiever. Ja, ja, expressiever. Ik heb ja. hier, dit is voor mij echt al expressief. Deze hebben we gekregen van iemand ja. van de lotgenoten ja. die ons volgde. Gewoon Super dit, toffe das trouwens. Ja, dat aan je Maar uh, dit is voor mij het meest expressief dat ik ga zijn. Ja. Voor mij wordt het niet wilder <laughs> dan dat. Ik ga niet sokken zoals Junior. Of, uh, met de, met de, de, de binnenkant. erin en uh, zo. Ja, nee man, ja, dat, ja, dat ja, is niks voor mij. Gewoon grijs. Kijk. Uh, sokken is ook een leuk ding, zeg maar. Sokken vroeger in de klassieke regel sokken waren bedoeld eigenlijk om te, om te bedekken. Dus om het niet te laten zien. Dus met de tijd is het zo gegaan dat wij onze sokken ook laten zien. We willen graag laten zien wat voor mooie sokken we hebben. Want sokken kan een mooie accessoire zijn voor je outfit. Wat jij net zei klopt. Je hebt verschillende stijlen, verschillende looks. Um, wat ik leuk bijvoorbeeld vind daarvan is: bijvoorbeeld als je kijkt in de scene van de BN'ers, mm -hmm. um, wie bijvoorbeeld een hele goede klassieke stijl heeft, is Humbert Tan. Ja. Okay. Hé hey, Humberto Tan die komt, Als hij komt opdagen Is die guy stylish Ja Ja man wel een, wel een beetje wat meer richting uh, Jaro Dus wel classic Hij, hij houdt ook graf, graag van de strepen Patronen Dat soort dingen Sweet. Weet je Je ziet er wel Dat hij de guy is Die zeg maar De dingen runt zeg maar mm -hmm. uh, Humberto Tan Is met heel met een klassieke stijl Als je uh, een een uh, iets gaat dressing down. Dus een, een, een stelsel zeg maar omlaag qua formaliteiten en strenge regels. Dan kom je eigenlijk bij smart casual. De combinatie outfits, de speelse outfits. Daar is bijvoorbeeld uh, Nasser de Shars daar goed in. Uh, dat is de guy die potlood speelt in Mokromafia. Juist. Okay. Jammer, ja. En buiten Mokro Mafia heeft hij echt een, hij heeft een mooie stel. Mooi smart casual. Weet je wat, wie daar trouwens ook goed in is? Dave Roefink. Dave Roofink, als je ook naar zijn Instagram gaat, hij heeft een goede smart casual stijl, Een beetje een old money look. Uh, combineren. Een beetje een crème witte kleurige broek met een groen jasje erop. Dat zijn mooie dingen zeg maar, die je smart casual kunt combineren. Als je uh, nog een level zeg maar, qua uh, uh, expressief omlaag gaat, dan kom je bij het, uh, de, het stukje less is more. En wie ik daar goed in vind is uh, Michael Pilatziek. Ja. Hij heeft een hele stille, rustige vibe qua kleding, qua uitstraling. Het ziet er fucking volwassen uit, maar heel clean. Snap mm -hmm. je? Dus je hebt een beetje die drie segmenten: je hebt de ja. classic, Stop streep in je pak, boom, tof, tof. Je hebt smart casual, ja, dan maak je het wat speelser, wat toegankelijker, wat relaxter. wat luchtiger. En dan heb je het gedeelte less is more. clean. Clean paletten, clean kleuren, niet voor spelen met kleuren. Ken je stijl, weet wie je bent. Ja. Dat is een stukje image consulting, wat ik doe bij mij in mijn boutique: image consulting, dan wil ik weten wie je bent. Ben je introvert ben je extrovert? Ben mm. trendgevoelig of ben je klassiek? Mm. Snap je? Wat voor persoon ben je? Uh, um, degene die ik voor me heb. Ja? Jij draagt het pak. Het pak draagt jou niet. Jij kan mij wel nagaan doen. En zeggen. Oh, ik wil ook. Uh, maar want ik ben best wel een rare vogel. Ik draag van alles door elkaar heen. Maar mijn ja. extra versie. Ik heb die Big 5 test gedaan. Mijn extra versie is 98 van de 100. Bro, dat is niet eh? Barkie. Van mij ook man. Ja? ja <laughs> Lekker man. Ja, Let's toch? go. <laughs> Let's go. Snap je dus? Maar ik laat dat ook zien in mijn outfit, want dat, dat, dat complementeert mijn uh, charisma, zeg maar, wie ik ben. Mm -hmm. Maar als je van je wel zo weet dat je wat meer introverted bent en wat rustiger en dat die past meer bij je stijl, ga dan ook niet too much doen. Maar dat is wel ja. grappig, want dat is juist bij ons omgedraaid. Ja, want omdat grappig. ik van mezelf al, denk ik, in mijn, uh, doen en laten wat yeah. flamboyanter yeah, yeah, ben, hoeft yeah. dat voor mijn outfit echt niet. Oh, dat is tof. Dus andersom is hij, wat meer hij denk ik wat meer ingetogen, en misschien wat meer expressiever in zijn look. Ja. Ik weet niet of dat bewust is. Ik vind het gewoon vet man. <laughs> maar ja, ik was ook die guy die op de middelbare. Uh, toen ging een keertje met mijn pa naar een uh, Nike outlet. Ja. En had je van die. Uh, toch wel van die sneakers, maar paars. Ja. En ik weet niet waarom, maar ik vond ze gewoon fucking. Ja, vet. Ja, 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 En mijn pa. En mijn moeder zei: Nee, dat ga je niet doen. En mijn pa zei: Ik krijg ze wel van mij kom gewoon, weet je zo. Ja, 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 ja. Doop Echt dure, dure schoenen. Maar het waren gewoon. Het waren bijna voetbalschoenen, zo leer leek het wel, weet je wel. <laughs> Ik droeg gewoon op mijn spijkerbroek, Ik heb gewoon een paar keer mee in de school gedragen totdat iemand zei Bro, dit moet je niet doen. Dit gaat te ver. Shout-out naar <laughs> die persoon. Snap je? Maar van, ga je voetballen zo meteen ja, 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 ja. of wat ga je het doen? hem van zichzelf. Maar waren, wat was het dan? Was waren het echt van die voetbalschoenen, maar dan met, niet met noppen, maar gewoon met een soort van... Uh, die, blad, die platte. Zoog, uh, die zooi. Die Ronaldinho's. <laughs> <Ja. laughs> die Het was die plastic the, flap erop. <laughs> <laughs> Om het gewoon makkelijk te maken... Zou je het zo kunnen visualiseren? Ah, als hij hard uh, rennen hoor je die. Geluid van het Het mooie was nog. Uh, ik was, was paars. En had je dan die. die, die uh, roze oranje, nijpe. Uh, ja, toch Super opvallend. Uh, okay. Ik was gewoon. Uh, nog hij steeds was wit soms, ook, of niet? Met witte details ook? Nee, nee. Nee? nee, nee hij nee. was helemaal nee. gewoon. Paars, gewoon paars. En dan, <laughs> door hem Maar Ik ga je heel eerlijk zeggen. Ik vind dat wel gangster van jou. Want je trok wel gewoon aan wat je tof vond. Ja. En. Nu heb je het over casual slash streetwear slash sportieve kleding. Mm -hmm. Daar zitten geen regels, bro. Ik kom uit die wereld, tot, die, tot 2016, toen ik 22 was, wist ik niks van formele herenmode, man. Zeg maar, het was raar om mij in die formele weer. Ik wilde eigenlijk dit allemaal niet, hè. Mm. In het begin, toen ik, ik, ik liep toen stage bij Poma, deed ik de marketing voor Poma op hun hoofdkantoor. Werd ik gebeld door een maat van mij, die toen werkte in de Bijenkorf. En die zei van, is is op zoek naar iemand. En ik denk dat jij daar wel goed voor bent. Ik zeg: Bro, wat, waarom bel je mij? Het zijn pakken, maat. <laughs> dus, dus, snap je? Oude lullen-dingen. Zeg maar, waarom bel je mij? Jij zegt: maar, Ja, zeg maar wat ga je doen? Ga je voor altijd in schietweer blijven? Of ga je een keer even kijken of er wat anders is? En toen liet ik me overtuigen. Ook door van geels, want ik ging met z'n een bakje doen. En toen dacht ik: Weet je wat, is goed. Maar één ding: Ik weet niks. Ik weet wel hoe je dingen kan stijlen. Ik weet hoe je expressief en creatief kan zijn. Dus shout out naar die paarse schoenen van jou, want je had wel de bal om ze aan te trekken. En dat is wat het tof maakt. Want jij volgt die gevoel. En ook al zijn die guy tegen jou van: yo, dit is eigenlijk niet de manier hoe je dit moet dragen. Wie zegt dat? Want in streetwear heb je geen etiketregels. In pak heb je etiketregels. Als jij je ons van jasje dicht laat zeg zegt. Hé, hey bro, dit, is, dit moet je niet zo doen. Als je die, die, die split op je achterkant van je corbert dicht laat zeg zegt. Hé, hey bro, dat moet je niet zo doen. Snap je? Dat zijn allemaal. snap je? Maar in de streetwear heb je dat niet. Dus ik kwam met die streetwear mindset in die formele mode. Ik ben een hybrid, bro. Ik ben niet een. Een, ik ben een guy uit de wijken. <laughs> ik ben geen ja, snap je? Ja. Ik ben geen... Uh, 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 ik je weet toch. Dus ik kwam in die wereld van de vermeerde herenmode. Met die knowledge van, oké, okay, we gaan toffe outfits maken. En toen ging ik leren van, oh, maar wacht even. In de herenmode, werkt het zo. Werkt het zo. Oh, maar wacht. Als je een, donker, als je een zwart of donkergrijs pak aan hebt, moeten er gewoon zwarte schoenen bij. Jun, ga niet para doen. Doe er gewoon zwarte schoenen bij. Als je een uh, 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 blauw pak aan hebt, doet er bruine schoenen bij. Waarom? Bruine schoenen kleurt een blauw pak af. Zwarte schoenen onder een blauw pak is een beetje streng. Contrast is te groot. Oké, okay, cool. Onthouden. Snap je? dus uh, We gaan het straks ook hebben over welke kleur je moet aanschaffen in je garderobe Dat soort dingen. Ja. Dus ik leerde dit soort dingen in de formele herenmode. Paste mijn creativiteit en expressie van die streetwerpers toe om die klant uit zijn comfortzone te halen. Want als het aan mij uitgelegen is, trekt, trekt, trekt het paard, de klant trekt een zwart pak aan met paarse schoenen. Als hij daar zich prettig bij voelt. Nou, is dit de formele herenmode mode, doen we dat niet. <laughs> maar, snap je, dus dat is de wereld waar ik vandaan kom. En uh, mijn goal was de klant uit zijn comfortzone halen. Om te kunnen zorgen van, hé, hey, wie ben jij? Wat voor persoon ben jij? Straal dat uit. In jouw outfit. Mm -hmm. Want dan gaat jouw outfit pas spreken. Ja. Maar doe het in, in conform deze kaders binnen formele heren Dat je niet... Naar schoenen loopt. Ja. Snap je dat we allemaal met de neus van dezelfde kant op staan? Want je trekt niet voor niks een pak aan. Je wilt dat voor elkaar krijgen. Je hebt een business deal. Je moet trouwen. Je gaat op date. Je gaat de drankje doen. Je moet het aantrekken voor werk. Uh, het is een stukje respect naar anderen toe. Het is een conversation piece. Ja? Dus het creëert gesprekken. Je hebt één knop open op je mouw. If you know, you know. Als iemand anders dat ziet, komt hij naar je toe. Zegt hij, hey, je hebt een tof pak aan. Jij kijkt naar hem. Je zegt, hey, jij ook. Je gaat met elkaar kletsen. Je bent op dezelfde level op dat moment. En je weet van elkaar nog niet eens wat je doet ja man ja, dat is interessant je hebt, uh, ik kan het ook wel goed vergelijken met gewoon het leven zelf uh, wij hebben ook ontdekt dat als je bijvoorbeeld een geloof hebt hè, vanuit het geloof krijg je vaak kaders uh, om binnen die kaders ook te kunnen leven en vaak leven dan een goed leven uh, en merk je ook dat mensen dan gelukkiger zijn als je niet gelovig bent heb je die kaders niet tenminste die moet je dan zelf gaan ontdekken. Zelf ja. voor, je, voor je jezelf Je al over de op place. Ja, klopt. Dan is bijvoorbeeld zijn, wees altijd respectvol. Wees loyaal naar je vrienden. Ja. Um, en zo kan ik nog wel tientallen opnoemen. Goed voorbeeld, ja. En het leuke is dus: met pakken heb je eigenlijk hetzelfde. Je hebt die kaders. En binnen die kaders is het een speeltuin. Dan mag je gaan spelen. Maar zo zit heel de wereld in elkaar, man. Bro, de wereld is van ons, maar gek genoeg zijn er overal borders, grenzen, talen, uh, normen en waarden, wetten. Mm. Snap je? Dat zijn allemaal kaders om ons in het gareel te houden. Want als die er allemaal niet zijn, gaan we helemaal para. Gaan we all out. Weet je? De mens komt hier op aarde. Zeg maar, de aarde is, is het universum. En dat werkt, heeft een bepaald ecosysteem. Ja? En dat werkt de miljoenen jaren goed. Wij komen. Wij doen helemaal para hier. Zou je wat ik bedoel? Zeg maar, wij zijn hier gemaakt om regels te breken, als het ware. Dus je hebt die kaders nodig om bepaalde, ik wil niet zeggen controle, maar in ieder geval wel dat we met de neus naar de juiste richting staan met z'n allen. En begrijpen van, oh, wacht even, dit is hoe we het doen. En daar, religie heeft daar ook mee te maken, geloof heeft hem ook te maken, mee te maken, als je spiritueel bent ook. Zeg maar, dat is een soort van, um, nogmaals, ook een if you know you know. Als je het begrijpt, begrijp je het. Snap je? Ja. En behandel het anders zoals je zelf behandeld uh, wilt worden. Maar die regels die je eigenlijk meekrijgt, of die kaders die je meekrijgt, is gewoon puur zodat wij een bepaald denkwijze hebben. En ook hoe we met elkaar omgaan etc. Snap je? Dus wat jij net zegt, bro, dat zie je terug in heel de wereld, man. Dat, houdt mij, dat is iets anders dan de formele leren mode, dat mij echt bezighoudt, trouwens. Ik heb nog één vraagje over de landen, hè. We hadden het net over Italië en Engeland. Ja. Uh, maar daartussen heb je toch ook gewoon nog Nederland, Frankrijk, ja, sowieso, België. Ja. Wat, uh, wat is daar gebeurd, hè? Dragen mensen daar geen pakken of ja, doen ze alles letterlijk over? Ja, kijk, het ding is uh, uh, Fransen zijn trouwens heel goed met uh, mode, dus echt uh, trends en designwerk uh, bijvoorbeeld de Louis Vuitton komt daar vandaan et cetera zeg maar. Zij zijn heel goed met het um, Yves Saint Laurent uh, ook toch? Uh, ook. Ja, Yves Saint Laurent zou dat een zieke naam trouwens maar. Yves Saint Laurent is toch tof vandaag. Al oh, die gasten bro. Ze hebben zieke namen. Sebastian Balenciaga. Ja. Hoe hey, yeah. je naam? <laughs> wow. Gianni Versace. Ja! Nee, maar Versace oh, is volgens mij Italiaans, toch? Ja ja, maar, 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 maar nee, lange ja, namen. Ja, tuurlijk ja, die gasten hebben zieke namen. Kom ik. Junior. Junior Vega. Gomez. Ik kom het Ja, rond het knopert. Oh, ik heb Koenstam. Qua... Hé, Nederlandse. Dat, dat kan niet. Duidelijk. Nee, maar bijvoorbeeld, uh, hoe noem je dat? Hoe heet dat catwalk uh, haute, haute couture? Hoe zeg je dat? Ja, ja toch? Ja. Dat is bijvoorbeeld waar Fransen bijvoorbeeld heel goed in zijn. Heel ardy, Hun zijn heel artistiek. Ja. Weet je? En de, de Engelsen en de Italianen zijn een beetje de pillars, de, de, de grootmachten omtrent die stijlen die de formele herenmode heel erg beïnvloed hebben. Um, de kravat, de das. Kravat is een Kroatisch woord voor dus dat sjaaltje wat je om je nek doet je stropdas. Dat is bijvoorbeeld weer wat daar vandaan komt. Dus je hebt heus wel invloeden van buitenaf, maar het zijn voornamelijk dus de andere landen die, die, die volgen een beetje die stijlen. En, uh, maar, Fran sorry, Italië en Engeland, dat zijn een beetje de, de, ja, de, de, de pillen, zeg maar, waar je naartoe kijkt. Ja. Een beetje de, de, de influencers, als het ware. Ja. Hé, hey. hmm. Om het af te ronden, of in ieder geval om daar nog even het laatste ding te benoemen. Hè, van welke soort pakken er zijn. Je hebt dus single-breasted, double-breasted. Het oh, okay. heeft te maken met de hoeveelheid knopen die je hebt. Vex. Maar volgens mij heb je dan ook, want daarin heb je eigenlijk een aantal. Nou, scenario's waarin je dat kan dragen hè? Ja. Extra netjes als je drie delen gaat ja. Of wat minder, meer dress down Als je bijvoorbeeld alleen een jasje pakt Juist. Maar je hebt ook nog een aantal andere pakken Die mensen kunnen kennen ja. wellicht, Zoals een tuxedo een... Exact. Ja. Zijn er nog andere die ik mis? Of hebben ze daar eigenlijk allemaal opgepakt? Um, ja, uh, even, kijken. Je hebt, uh, even kijken Je hebt dus de tuxedo De tuxedo, trouwens voor even de kijkers thuis uh, Sommigen verwarren de tuxedo met de smoking Oké, okay, dat zou ik ook doen uh, Het is precies hetzelfde Alright. Tuxedo is afgeleid van Tuxedo Park in New York. Dat was mm. dan een soort van businessclub van mannen die dan uh, een bepaald dresscode hadden. En wanneer zij gingen roken, een sigaar gingen roken, hadden ze een jasje aan met een satijnen revers, een satijnen lapel. Ja. Dat is waar die Tuxedo vandaan komt. Ja, smoking, ja, roken, mm. hadden ze een, een satijnen revers wanneer ze dat deden. Dan okay? het smoking. daarom heet het de smoking ook. Ah, dus dus Tuxedo-smoking wordt vaak verward, maar het is, is basically the same. Um, daar zitten bepaalde regels aan verbonden. Een Tuxedo is negentig of zwart. Of het is een, um, een, een gebroken wit jasje. Dus een creme -kleur jasje met een zwarte, zwarte pantalon. Het heeft een satijnen refer. Het heeft een satijnen knoop en satijnen zakken. Je draagt altijd een zwarte strik erbij. En een wit smoking shirt. Oké? Okay? En jouw smoking shirt heeft altijd een dubbele knoop. Wat ik nu heb, daar zitten dan knopen bij. En de schoenen die je erbij aantrekt, is of een lak zwarte schoen. of een satijnen uh, uh, zwarte instapper, loafers. Wat is satijn? Satijn is uh, fluweel. Fluwelen stof. Mm. Beetje felvetachtig. Ja. Oké? Okay? Een ja. uh, satijn. Het uh, uh, verschil tussen velvet en satijn is. Satijn is vaak van zijde. Glans. Oké? Okay? Uh, subtiel. En felvet uh, is van katoen. Velvet dan krijg je ook dus een hele zachte stof. Voelt heel zachtjes aan. Uh, en dat krijg je dus als je katoen eigenlijk door midden snijdt. Dat zachte wat ertussen zit. Ja. Dat is wat velvet creëert. En satijn is dus van zijde gemaakt. Ah. En dat is dat soort beetje dat glanzige uh, lapel die je dan ziet. Ja. Dat noemen ze ook wel eens een dinner jacket, oké? Okay? Ik ga het heel makkelijk maken guys. Smoking, tuxedo, dinner jacket, allemaal hetzelfde. Oké, okay? mensen doen interessant roepen, maar is allemaal hetzelfde. Als jij een in ziet met black tie. Black tie is niks meer dan zwarte strik. Tegenwoordig zie je ook wel eens dat, dat mensen wat vaker ook uh, een, een das dragen met hun smoking. Maar eigenlijk is smoking hetgene waar je eigenlijk niet aan mag zitten qua regels. Want ze trekken smoking aan alleen, alleen voor gala's. Black tie, misschien naar bruiloft. of als je met nieuwjaars champagne gaat poppen. Maar dan trek je smoking aan. Ik vind ook iedere man moet op den duur één smoking in zijn kast hebben. Ja, man. Eén. Vet. Oh, je, maakt, je draagt hem max één of twee keer per jaar. Ja. Maar je moet hem hebben. In de formele lerenmode. Ja. All right? Dus dat is bijvoorbeeld een, een tuxedo. Je hebt ook een morning jacket. Oké, okay, dat is een. Uh, dat, die outfit is eigenlijk. dat is een soort van een lange colbert. Uh, dus een soort van cape achterin. En dat is heel klassiek Engels. En die dragen ze alleen nog maar bij bepaalde uh, traditionele gebeurtenissen, ceremonies. Trekken ze een morning jacket aan. Dat zie je tegenwoordig bijna niet meer. Dat is zeg maar wat ik nu noem. Ik zweer, dit is gewoon handboek, uh, formele herenmode, welke stijlen zijn er. Uh, waar je eigenlijk meer op moet focussen, welke stijlen zijn er nu. En dat is voornamelijk dus wat jij net zei. De, de tweedelige pak, driedelig pak en de smoking, tuxedo. Dat zit eigenlijk. Oké. Okay. Met zo'n morning jacket hè? Ja. Ik heb geen flauw. Ik kan ik heb nooit echt uh, zeg maar op gelet. Maar kan je dat gewoon niet gaan rocken? Als je gangster dat... bent? Maar snap je van jij je... Bent, je zei net ik ben een rare vogel? <laughs> ja. Heb jij dat niet dan in. in Het in is gewoon eerlijk. Zal ik, je eerlijk, zal ik gewoon eerlijk vertellen wat ik ervan vind? Ja. Um, wij doen wel gewoon zorgen dat we in plaats van de morning jacket erin editen straks met die met de, als de video ik vind het uit. Gewoon is. Eruit. Het ziet er niet mooi uit. het ziet er niet mooi uit, man. Dat ziet er niet. Uit. bro dat gevoel wat ik eerst had van pak eens oude lullenwereld, waar ik zeg maar dacht kwam dat het niet het geval was toen ik zeg maar in die wereld kwam. Die morning jacket is al zo'n oude lullenstof, vind ik. Is dat wat je ziet in soms van die oude films die uh, butlers en zo lopen ja, zo dat zo met de ja toch, met die lange afkant. dingen, ja precies, oh ja, ja. die dingen, ja, ja, ja dat soort ja. ja, ding. dingen, ja, 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 die ja, denk de pinguin dingen, achter, pinguin staf, of pinguin staf of gewoon überhaupt. Dit heeft een soort van cape, het zit een soort van cape achterin. Ja. Ja. Komt goed, ik ga, zeg maar, dan ga ik het laten zien en dat weet is gewoon, ja. ja, klopt, oké, ceremoniestaf. Als je dan weet wat we gaan dragen, bijvoorbeeld single breasted, double breasted, we weten voor welke scenario we het aangetrokken. Dan komen we bij June. Dan zeggen we June, ik wil een single breasted uh, pak hebben, Tweedelig. Hoe gaan we hem fitten? Want je kunt soms met die puffy schouders hebben dat je ja. een soort van vierkante uh, guy wordt. Juist. Maar je hebt ook zonder vulling. Wat wij eigenlijk, deze heeft een klein beetje vulling, maar uh, bijvoorbeeld ja. mijn uh, double breasted heeft helemaal geen vulling. Geen vulling. vulling. Klopt. Dus deze zeg maar. Die, die heeft ook dus geen, geen vulling. Heeft niks. Nee, nee. Hoe, uh, ja, hoe zit dat daarmee, zeg maar, een fit? Want je zei net ook al, het gaat naar je lichaam staan. Juist. Maar moet je vooraf, voordat je hem laat maken... ook nog bepaalde dingen bepalen? Oké, okay. een hele goede vraag dit. Een persoon heeft een bepaald postuur. Een bepaald houding. Okay. Je, misschien ben je lang, misschien ben je kort. Misschien ben je wat voller, misschien ben je wat dunner. Misschien ben je gespierd. Okay. Dus, maar jij ziet plaatjes of filmpjes online... van pakken met een bepaalde pasvorm. Stel, je bent een gespierde gast... En je ziet online een plaats van een slimfit pak. Jij komt naar mij en zegt, June, zo man, ik heb dit gezien online. Ik wil dat je dit voor me maakt. Kans is groot dat ik tegen jou zegt: Ik ga bijvoorbeeld. Stel dat hij een, weet ik veel, hij heeft een, uh, noem maar wat. Hij heeft een uh, gestreept blauw pak gezien bij Harvey Specter. Um, uh, slim Slimfit, stoep op zijn body. Maar die gast die bij mij binnenkomt, is een gespierde gast. Dus hij heeft. En gespierde schouders. Aanwezige chest. Zijn upper back is heel groot. Maar zijn waist is weer super uh, slank. Super smal. En dan heeft hij weer enorme bovenbenen. Super grote kuiten. Snap je? Dus um, in proportie. Het is heel belangrijk dat de fit past bij de proportie van je lichaam. Waarom heb ik bijvoorbeeld bij jullie double geen schoudervinding gedaan? Jullie zijn sportieve jongens. Jullie trainen. Dus jullie hebben van jezelf al een goed lichaam. Ja? Goede schouders ook. Je schouders vullen... Het, de schouder van het jasje al zelf op. Dus die schoudervulling, die wordt overbodig. De schoudervulling is, maakt het pak wat vierkanter, wat maakt het wat klassieker. Maar het is vooral handig als iemand skinny is, ja, dus slanker, en die heeft van zichzelf geen aanwezige schouders, dan is het handig als je de schoudervulling bij doet, want dan creëer je body in het pak. Want wat je als man ten alle tijden wil in het pak, is dat je een goede body erin hebt. Schoudervulling is wat push-ups bij haast zijn voor vrouwen. Oeh, ik vind die doop. <laughs> ik ben een top. Huh? Eigen, ja, zo kan je mij gestellen. Die, die gaat een uh, uh, quote worden Oh, uh, snap, die gaan we gebruiken. Nee. Uh, de schoudervulling, als het niet nodig is, laat hem achterwege. Oké? Okay? Uh, nogmaals, ook met de fit. Bijvoorbeeld, de klassieke fit is dat het vaak wat meer regular fit is. Hè? Wat meer uh, royale fit, niet te strak allemaal. De hele vooruitstrevende slim fit, dat was heel lang gaande. Dat was heel lang de trend. Vanaf 2016 dat ik in de filmmele herenmode kwam, toch iedereen een strak pak. Sterker nog in 2016 wilde hem zo strak mogelijk, man. Dus hey, junior, ja. ze wilde nog net niet dat het een legging was. Hey, Juni, ik wil hem strak. zei ik altijd, bro, kan ik doen, maar dan kan je niet meer zitten. Je kan niet meer uitrijden, kan niks doen. Dus dat gaan we niet doen. Maar wat je nu ziet, is dat de fit best wel wijd wordt. Super wijd, man. super wijd mm. zelfs. Het lijkt dat shit is niet eens meer getailered, zeg maar. je gewoon ziet, het is zo'n ze maken ons werk eigenlijk makkelijker, want ik hoef niet eens meer uh, ik kan gewoon een maat te groot geven en zeggen yo, doe dit en het is cool. Niks mis mee. Je kan een wijdere fit rocken, Dat heet vaak oversized. Oké, okay? dat is vaak nog meer dan klassieke fit. Dat is gewoon wijd. Punt. Um, heeft ook zijn charme, kan ook zeg maar een soort van modieus zijn en een beetje vooruitstrevend, maar wat ik mensen altijd wil meegeven is hou vast aan je eigen stijl. Oké? Okay? Formele herenmode moet tijdloos zijn. Jouw stijl moet tijdloos zijn. Dus de fit, die pas ik altijd aan op het structuur van jouw lichaam. Er zijn een paar dingen waar we sowieso zo zo rekening mee houden. Bijvoorbeeld, de mouwlengte van jouw Colbert, Je wilt altijd dat je nog een centimeter van je overhemd onder ziet. Ja? Want als jouw mouw van je Colbert langer is dan de mouw van jouw overhemd... dan ziet het eruit alsof je een soort van het jasje van je opa hebt aangetrokken. Het is te groot, het is niet netjes, het is niet in proportie. Oké. Okay? Uh, qua fit ook, um, je hebt de hoogte van de broek. De broekspijpen. Je kan een broek hoog water dragen... Of je, kan, naar Jort Kelder? Naar Jort Kelder? of je kan een broek uh, langer dragen dat hij op je schoen valt. Dan krijg je een knik in je broek. Beide zijn niet verkeerd. Beide hebben te maken met stijl en de gelegenheid ervoor je hem gaat dragen. Ik heb negen van die keer mijn broeken hoogwater. En wat ik dan doe, dus mijn broeken zijn over het algemeen wat korter. En wat ik dan doe, is ik doe een omslag in mijn broek. Waarom? Die omslag zorgt er visueel voor dat het de bedoeling is dat mijn broek korter is. Alsof ik het zelf heb gedaan. Die omslag is er gewoon ingenijd als het ware. Dus die, die broek is dubbel gevouwen, die omslag is erin gezet. Visueel gezien klopt het ook, want anders zou die omslag er niet in zitten. Want als jouw broek op jouw schoen valt en die omslag zit erin, komt er een knik in jouw omslag, ziet dat er niet netjes uit. Als jouw broek valt op je schoen, is dat wat meer de klassieke wijze van het dragen van zo'n zo pantalon, zo'n broek. Oké? Okay? Als je staat dan? Hè? Als je staat. Als je gaat zitten, gaat die altijd omhoog. Sommige jongens, het maakt niet hoe lang je broek is, als je gaat zitten, kruipt die altijd omhoog. Ja. Dus als jij gaat zitten, is dat, dat is niet de goede maatstaf om te zeggen, ja, Junior, je broek is te kort of te lang. Ik word altijd geflamd in de comments, omdat ik hem hoogwater draag. <laughs> en dan zit ik en dan zien mensen hier een beetje beenhaar. En dan ja, zeggen ze, ja, ja. Je, je broek is te kort. Ja, dat wil ik ook aan jou vragen. Ja. Die comment hebben we een aantal keer gehad. Daarom heb ik ook extra lange sokken gehaald. ze sokken komen nu tot net onder zijn bouwzak. Als jij dingen anders doet dan de rest, word je altijd geflamd. Dat mijn boos ook zo laag is? Of... Dan mag je zelf ja. niet. Ik wou net zeggen. dat, dat zijn, ja, man. Als je dingen anders doet dan de rest. of je hebt een eigen stijl. zul je altijd gevlamd worden. want jij bent niet aan het handelen. namens de status quo. Dat is hem. Dus als iemand iets ziet wat niet de norm is. dan ga je gevlamd worden. Ja. Als je niet gevlamd wordt. soms als, ik, zeg maar, als er niks gebeurt. dan moet je je soms afvragen van. Hmm, misschien rij ik nu rechts net als iedereen. Misschien zit ik wel in de matrix. <laughs> wat je juist wil, is je eigen stijl. Wat anders is, wat jou weer spiegelt... En als iemand je van moet je zeggen, klopt. Want, zus en zus en zo. Mijn broek is expres korter. Maar dan kan ik mijn accessoire laten zien, wat mijn sok is. Ja. En dan kan ik ook mijn stijl laten zien, wat dus wat vlotter is. Dan heb ik een omslag in die broek gedaan, want dan, dat visueel gezien ziet het dan ook. Dan is ook de bedoeling dat hij wat korter is. En dat is mijn stijl. Right? Want dat is geen etiketregel, namelijk. Je kan die broek hebben zoals je wilt, een riem in de broek. Als je een riem kiest, moet het altijd dezelfde kleur zijn als je, als je schoen. Zelfs qua stof. Dus als je, je, je kan niet een, een, een zwart suede riem hebben en een zwart glanzend hard leren schoen. Want die stof komt niet overeen. Die kleur wel, maar de stof niet. Die stof en de kleur moeten het moet precies hetzelfde zijn. Maar eerlijk, hoe is een riem ontstaan? Als hulpmiddel om je broek omhoog te houden. Dat is hoe een riem is ontstaan. Als jij een broek op maat laat maken, dus dan valt je al goed op je heup, heb je die riem niet nodig. Dus wat ik altijd in de broek doe, zijn die gespen op de band. Dus je hebt die broek. alright En dan heb je op de band heb je een gesp. En die is er bij jullie ook. Ja, die heb ik ook. Die heb jij ook nu? Ja. Bij deze niet. Bij oh, deze niet, ja. Dan ga ik banden. je vertellen ja. zo meteen waarom. Bij deze ook, bij die andere heb je hem wel. Waarom? Dan kan je hem altijd nog strakker trekken in die nodig. Dit is legendary. Ja, dit doen. is echt zo. Gangster, cool. hè? Ja, dit is ja, het ja, beste. Ook als je bijvoorbeeld... Uh, ja, over, ja, over tijd kan je soms een beetje aankomen, een beetje afvallen. Misschien ja. heb je eventjes uh, een paar uurtjes niks gegeten. Dan we even iets strak zetten. Kunnen we die nu hierop fabriceren? Of kan dat nee. Niet? Nooit wat jij nu aan hebt is zo'n pak. Uh, kijk, ik heb gedeelte. confectiepakken, ready to wear. En, ik heb, uh, en maar 9% van wat ik doe is maatwerk. Ja. Dus uh, dat custom made. Wat jullie dan, die dubbelbreste pak die jullie allemaal van mij hebben. Die is volledig custom made. Dan gingen we de stoffen uitkiezen. De knopen. De voering. Initialen gingen jullie opmeten. Alles op en eraan. Ik heb een kleine selectie. Ready to wear. Zwart, twee tinten blauw, twee tinten grijs. Waar zo we zometeen gaan het hebben over uh, Steve Harvey. En wat hij zei over wat een man in een, een kast moet hebben. Want hey, ik ben het ook met 80% over eens. Dus er zijn een paar dingen die je moet aanpassen eraan. Als je ja. het, het, het op de juiste manier wil doen. Naar dus mij... Iedereen weet, als je begint met pakken kopen, begin met deze kleur, dan deze kleur, dan deze kleur. Want we snappen ook dat je niet gelijk voor 6, 7 ruggen aan pakken kan kopen. Precies. Om, uh, Precies, dus je moet gewoon een, een goed arsenaal, uh, een selectieve pak hebben die je gewoon daily aan kan trekken en met elkaar kan combineren. Daar komen we zo meteen op terug. Uh, waarom jij wel Riemlissen hebt, omdat dit in mijn ready-to-wear collectie zit. Ik wil de klanten die er wel riemen dragen, wil ik niet uitsluiten. Want ik kan wel 100% gespegaan gaan op die broek, ook bij ready-to-wear. Maar dan stel dat iemand juist, uh, kijk, want een riem, als je hem niet draagt als een hulpmiddel om de broek omhoog te houden, is, wordt het een accessoire. En je kan een riem dragen als accessoire. Ik ben er geen fan van, maar omdat ik er geen fan van ben, moet je, is het niet dat je het niet moet doen. Je kan het doen. Maar dan moet het een accessoire zijn. En dan moet vind ik, als je iets gewoon haalt uit het rek, dan moet je wel de mogelijkheid hebben om je riem te kunnen dragen als je dat wilt. Wil je dat niet, hou je die riem gewoon weg. Het mooiste is gewoon om een broek op maat te laten maken, gewoon custom made, met die gesp op de zijkant. Dat je gewoon die broek, dat die gewoon verstelbaar is. Mm. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Oké. Okay. En voor die riemen, uh, ik heb dan wel een paar riemen liggen en zo, maar. Dit die koop ik altijd los ja. van mijn schoenen. Je ja. zegt, ze moeten wel overeenkomen. Ja. Hoe erg moet ze overeenkomen? Bruin-bruin is goed? Of moet bruin exact dezelfde kleur bruin zijn als de schoenen? Exact dezelfde kleur als de schoen. Want die riem is een stukje verlengstuk van je schoen. Dus allebei leer, zelfde kleur, zelfde type leer. Suède en, en hard leer is allebei leer. Oké. Okay? Um, wat je wilt doen is bijvoorbeeld, jullie dragen nu een beetje cognac bruine schoenen. Oké, okay, pas trouwens allebei goed bij jullie outfit. Waarom? Cognacbruin is de lichtere variant van bruin. Dus cognacbruin draag je standaard met blauw of de lichtere variant van grijs. Je gaat cognacbruin, moet je liever niet met donker-grijs aantrekken, omdat die anders te veel klest. Als jij nu cognacbruine schoenen aan hebt, trek jij cognacbruine riem aan. Geen donkerbruine riem, geen zandkleurige beige crèmekleurige riem, cognacbruin. Want als je daarnaar kijkt, visueel gezien hoort het bij elkaar. Dat is zeg maar de gedachte erachter. En heel veel zaken verkopen die riemen en schoenen samen. Van Lee doet dat bijvoorbeeld ook? Die hebben dan die riemen hangen met die schoenen. Dus als je een schoen. is ook gelijk een upsell. Dan zeggen ze. hé, hey, moet je er niet een riem bij hebben? We hebben precies dezelfde kleurriem erbij. dezelfde stof, whatever. En dan neem je die erbij. Snap ik wat ik bedoel? Ja. Dat is zeg maar de gedachte aan de drachten. Het moet matchen met elkaar. Ik persoonlijk ben geen fan van riemen. Maar als je een riem draagt. match hem exact met je schoenen. Anders, nogmaals, loop je naast je schoenen. En ze nou kunnen hele grote Verre gamo, uh, bucket uh, belt voorop uh, plakken nog. Heel eerlijk, guys. <coughs> de formele herenmode in het hoge segment. Is quiet luxury, stille luxe. Je bent voorbij, je bent voorbij het niveau van Gucci, Louis Vuitton, Ferragamo schillen. Nee, je bent een level bovenop. Je bent dan bijvoorbeeld um, quiet luxury is kwaliteit van de stoffen gepaard met fit. Ja, dus stoffen, comfort, fit, if you know, you know. 100% wol uh, of, 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 of katoen of zijde of whatever, mohair, vicuunia, whatever, hoe gek je wil hebben. dat kan ik, zo meteen, uh, ik kan zo meteen wat beter uitleggen wat die stoffen zijn. Maar je zit nu in de quiet luxury. Sommigen noemen het ook old money. Ja. 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 ja? hoor je hiervoor. Uh, Iman Imangazi is daar groot fan van. En terecht, mm -hmm. want die, die gozer verdient grof geld. Dan kan je twee dingen doen? Je kan op de tour gaan van. Conor McGregor met uh, te veel shijnen met allemaal logo's... en dure merken om te laten zien. Kijk eens hoeveel Die geld ik heb. zo groot op je pols. Dikke, alles, weet je. Dat kan je doen. Heel schilderig. Of je zegt... Hé, hey, maat. Ik ga nog één level omhoog. Nu gaan we echt zitten op quality en fit. Fabrics. En dit is gewoon... En dat is bijvoorbeeld waar Loro Piana... Uh, ik heb een stoffenboekje van ze meegenomen. Dat is waar zij nu heel goed mee doen. Ze hebben bijvoorbeeld hun serie Succession. Ze zijn in 2013 overgenomen door LVMH. Dat is Louis Vuitton Moët Hennessy groep. Die, beheer, die beheren ook uh, onder andere Dior en zo. Dat is het allergrootste high-end uh, fashion. Uh, paraplu merk, om het zo te zeggen, concern. En daar valt Loro Piana tegenwoordig ook onder. Uh, en heel veel mensen kennen Loro Piana nu. Van de loofertjes, die, uh, die suede su su lovers van 900.000 oh, ah, euro met de witte zolen. Die, die ze je dragen onder een schreeuwerig t-shirt en uh, uh, dat soort dingen, snap je? Een wit linnen broekje. Een uh, wit linnen broekje, dat soort dingen. Old money vibe, zeg maar. Kijk, als je een old money vibe wil creëren, draag je de beste fabrics. Oké, okay? en die combineer je bijvoorbeeld. Stel dat je bijvoorbeeld uh, zo'n stofje draagt, dan doe je bijvoorbeeld een wit broekje onder, of je maakt er een heel pak van, en dan heb je een Old Money vibe. En als je gaat googelen nu op Old Money uh, stijl, dan zie je dit soort stijlen. Beetje, dan krijg je die uh, Mon uh, Monte Carlo, Monaco look. Ja, Mon ja, Monaco. Mon Monaco uh, ja, is een perfect ja, ja, voorbeeld ja, ja. van Old Money. Dat zijn die stijlen die ze daar dragen. Uh, wat mensen moeten weten van de Europeanen, de Europeanen is 100 jaar geleden in 1924 begonnen als stoffenweer, Italiaanse stoffenweverij waar het in het begin van de podcast over had Italiaanse stoffenweverij met het weven van de beste stoffen. Ze gebruiken Merino-wol. Waarom zijn stoffen 90%, 90 van alle pakken zijn wol? Want wol is een veelzijdige stof. Die valt weer terug in zijn eigen storm. Dat, uh, 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 sorry, valt weer terug in zijn eigen vorm. Um, is kreuk- en geurbestendig. Uh, uh, dus dat is heel weerbaar tegen kreukelen en tegen, tegen nare geuren die erin kunnen zitten. En het chillen van wol is ook... Bijvoorbeeld Merino-wol. Die Merino-schapen grazen in Australië en in Nieuw-Zeeland. Zijn, die zijn in de winter tering koud en in de zomer is het tering warm. Hoe kan het dat die schapen daar gewoon overleven en hun ding kunnen doen? Dat als je het uh, heel warm hebt in de zomer, transporteert dat warm, uh, warmte weg. Ja, dus het koelt het lichaam. Maar als het heel koud is, houdt het ook weer warmte vast. Dat is het voordeel van vol. Dat is voor vol voorbeeld in pakken. Want dan, je hebt ook pakken dat heet all season pakken. Die kan je heel seizoen dragen. Uh, alle seizoenen. Lente, zomer, herfst, winter. All season. Uh, dat komt omdat dat 100% vol is. Oké. Okay? Um, Loropeana. Om even terug te gaan naar Lorepiana, Die oude money uh, uh, old money stijl. Wat nu zeg maar erg in trek is. Uh, de truc daarin is. Draag een krem witte broek. Ja. Ik ga zo ook uitleggen waarom je die ingehouden op moet hebben. Draag een crème witte broek. Niet spierwit. kremwit. wit. Het moet zacht zijn. Met bijvoorbeeld een mooie couvert van een stof van Loro Piana. Ja? Met of geen schoudervulling, of een zachte schoudervulling. Of misschien een geplooide schouw. Hè? Die, die plooitje die je schouw kan, schoudervulling kan je schoudervulling kan je, kan je hebben. Dus niet de, de, de klassieke rechthoekige schoudervulling. De, dat wil je niet hebben. Uh, als je dat nee. creëert met bijvoorbeeld knitwear of een overhemd. En guys, onthoud. Als je knitwear draagt onder een pak. Dat heet dressing down dat betekent niet dat je slecht bezig bent dressing down betekent je maakt het relaxter, luchtiger, What's casual. Knitwear? knitwear is kooltrui, polo, t-shirt, uh, cardigans. Dat zijn die vestjes met die knoopjes, met die V. Uh, Al die, all, allemaal dat soort casual tops, hè? Uh, truien, whatever. Dat heet knitwear. Het is knitted. Oké, okay? dat is waar het vandaan komt, gebreid eigenlijk als waar is het letterlijk vertaald. Dat is knitwear. Dat heet dressing down. Dressing up betekent je gaat naar een overhemd, strik, das. Uh, misschien wat ik om heb, daar ga ik zo meteen ook wat over vertellen, een flat-tie. Uh, dat heet allemaal dressing-up. Je maakt dat allemaal wat formeler, wat meer flashy. Oké? Okay? Uh, dus voor iedereen, want ik krijg nu vaak de vraag van hey June, kan je me helpen met de old money stijl? Yes, ik kan dat zeker. Dit is een beetje de, uh, de old money voor dummies. Ja? Hoe creëer je zetters en een old money stijl? Op deze manier. Ja, oké. Okay. Hey, nu we daar toch dan zijn, hè, van hoe kan ik gaan beginnen met bouwen? Hoe kan ik beginnen met bouwen? Wat is het eerste pak dat ik moet halen? Wat zijn... Laten we daar beginnen. Wat is het eerste pak dat ik haal? In welke kleur? Welke fit? Uh, double breasted, uh, single breasted. Dit is de grootste inkopper. De eerste pak wat iedere man moet hebben is een donkerblauw pak. Waarom is hij donkerblauw? Donkerblauw, dat donkerblauw. Ja, dat donkerblauw. Ja, ja. precies wat. Navy goena. blue. Navy blue. Juist. En in Nederland is dat vertaald naar marineblauw. Ja. Donkerblauw. Waarom? Donkerblauw is vertrouwd. Het is universeel. Het is niet overmeesterend. Dus je komt uh, betrouwbaar over. Uh, soms heb je weleens kansen van, ja, past het wel bij mijn ogen? Ja. <laughs> Iedereen kan het aan. Snap je? Je kan het in elke branche aan. Mensen in de politiek, donkerblauw. Jongens op kantoor, donkerblauw. Snap je? Dus uh, whatever, wat voor segment zit donkerblauw is altijd goed. Iedereen kan het aan. Het voordeel van donkerblauw is ook. Stel dat jij nu een, weet ik veel, groen pak aantrekt. Dan is het, oh, daar is die gast weer met zijn groene pak. als je die elke week aan hebt. Als je met donkerblauw aankomt. is het, oh, daar is die goos die er stijl voor uitziet. Dat is het verschil. Dus je begint altijd met donkerblauw, single-breasted. Dubbel-breasted als je van jezelf weet van. oké, okay, ik ga dit echt knallen, ik ga dit rocken. Wat ik al zei, dubbel-breasted is wat meer overmeesteren. Dus je begint single-breasted. Het gros van de mensen gaat altijd de single-breasted pakken. We weten ondertussen wat single-breasted is, met de enkele rij. Als je de donkerblauwe hebt, ga je naar grijs. Waarom is dat zo? Grijs heeft dezelfde voordelen als donkerblauw, maar is wat serieuzer. Uh, er zit niet per se kleur in, dus het is heel neutraal. En het is vaak wat meer business. Jou heeft nu een lichtgrijs aan, dat maakt het wat speelser. Maar donkergrijs is echt businessman. Is gewoon advocatuur, juristen, no bullshit. Oké? Okay? Maar het andere voordeel van grijs is, je kan hem combineren met blauw. Dus je hebt eigenlijk een soort van: je hebt twee pakken, maar je hebt eigenlijk meer pakken. Want je kan dat jas combineren met die broek en andersom. Als je die twee kleuren hebt, dan ga je naar de derde kleur. En dat is de laatste kleur die je moet hebben als essential, als daily suit. En dat is zwart. Ja, maar June, zwart is toch voor begrafenis? Bullshit. Ik weet niet wie dat heeft verzonnen. Ik weet niet wie, welke winkel geen zin had om een zwarte pak in te kopen. <laughs> <laughs> zwart is super stelvol, chic, elegant. Er is een reden waarom zwart ook een... Huh? Wat zou je zeggen? Ja? ja Vertel yeah, maar. 007, James Double seven. James zwart, Bond. Seven. James Bond. Zwart pak. Hey. Snap je? Classic. Wow. Daar komt iemand binnen met een attitude. Mm. Snap je? zwart pak. En zwart kan je combineren met grijs en blauw. Dus je hebt drie pakken in je kast, maar je kan er talloze combinaties van maken. Als je die drie pakken hebt, dan ga je naar de overhemden en dan kijk je naar wit en blauw. En niet zomaar blauw, maar liever lichtblauw. Oké? Okay? Wit en lichtblauw. Wat, je, wat Jaro eigenlijk aan heeft. Yep. De regel is een, een, een shirt in de was is een shirt in de kast. Je moet altijd kunnen roleren. Oké? Okay? Wit en lichtblauw. Dat wit en lichtblauw kan je combineren met die, met die drie kleuren. Die, met, die, met dat zwart, grijs en blauw die ik zojuist heb opgenoemd. Oké? Okay? Zwart liever gewoon fris wit ronden. Lichtblauw kan je doen als je de regels kent en whatever. En je hebt zoiets van fuck it, ik ga gewoon blauw eronder rokken en ik rok hem goed. Kan je doen, maar liever gewoon wit. Maar dus als je een wit en een lichtblauw shirt aan hebt, die kan je altijd switchen van elkaar. En dan krijg je het white color, blue color verhaal. Blauw is blauw überhaupt. Blauw shirt is vaak wat meer werk gerelateerd. Arbeid. En wit is vaak wat meer clean. Um, fris. Uh, elke kleurpak die je op wit aantrekt, daarvan popt die kleur eruit. Lichtblauw is vaak wat meer business gerelateerd. Hmm. Maar je moet ze allebei hebben. Als je die drie kleuren uh, pakken hebt en je hebt die twee shirts, ben je er al. Dan heb je je dailies. Um, Steve Harvey, die zei uh, every man needs to own five suits. There's five suits gotta get: uh, black, navy, gray, brown, tan. Brown en tan zijn wat meer seizoenskleuren. Donkerbruin is wat meer herfst. En tan, beige, is wat meer lente, zomer. En die twee kleuren zijn wat moeilijker te combineren met die andere kleuren die je in kast hebt hangen. Hij zegt van wel, maar in Amerika is die stel wat anders, man. Die boys die zijn, wel, die zijn anders. Daar. Huh. En als je gaat naar shirts, zeiden ze. Uh, and then there's three shirts you gotta get: uh, white, powder blue. No, niemand weet wat hij met powder blue. Want al die boys die rails gingen maken online. hadden powder blue shirt aan. Die hadden alle kleuren van de regel van blauw aan. Niemand wist wat hij met powder blue bedoelde. En hij zei tan. Ten is weer gebroken wit. Als jij een gebroken wit overhemd aan hebt onder een pak, kan het zo zijn dat je overhemd vies lijkt. Hij is niet fris wit. Hij ziet er niet schoon uit. En de kleur van jouw pak popt minder op gebroken wit dan op wit. Mm. Dus ge een gebroken witte shirt ook met de bruidegom, die langskomen bij mij in de boutique. En die zeggen: Ja, ik heb een stofje van de jurk van mijn vrouw bij me. En, uh, en, en, en bij, de, bij de winkel uh, van, de, van de bruid zeiden ze dat ik mijn stofje moest meenemen. Want dan kan ik precies de overhemd nemen en dezelfde stof niet doen. Dan doe ik wit overhemd. Waarom? Je ziet maar een gedeelte van je overhemd. Je ziet maar een kleine V. Je hebt je pak aan. Je hebt een stropdas. Je ziet maar een gedeelte van je overhemd. De enige reden waarom die kleuren van je pak en van je, van je stropdas te goed uitpoppen, Is omdat je een fris wit overhemd eronder aan hebt. Als je gaat kloten met dat gebroken wit. Dan moet je eerst nog zoeken dat het precies de gebroken wit is van die, van die jurk van, je, van, van de bruid. Van, de, van je aanstaande. Dat is al een hele zoektocht op zich. En... Jouw pak popt er minder goed uit. Dus tegen alle, alle bruidegommen. Sorry voor alle bruidzaken die ik nu opfok trouwens man. Maar voor alle bruidegommen. Gewoon een fris wit overhemd. Dan. Dan ben je klaar. That's it. Dus als je die drie kleuren hebt. Zwart qua pakken. Zwart, donkerblauw en grijs. Mm -hmm. Oké. Okay, en dan ga je naar overhemd wit en lichtblauw. Je kan alle kanten op. Je kan een drankje gaan doen. Je kan naar werk. Je kan een business deal sluiten. Je kan een, 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 een uh, uh, um, uh, trouwerij bijwonen. Je bent klaar. En dan pas ga je kijken naar fashion kleuren. Modieuze kleuren. Groen. Want waarom heeft Steve, uh, Steve Harvey niet groen genoemd in plaats van donkerbruin? Waarschijnlijk omdat hij bruin mooi vindt. Maar ik vind groen heel nice. Ik vind Bordeaux ook nice. Het mm. zijn allemaal fashion kleuren. Ja. Ik kan Bordeaux toch vinden? Jij kan groen toch vinden? Jij kan bruin toch vinden? Ja. Geen één is beter, maar we moeten alle drie hebben. We zwart, blauw en grijs nodig. Dus Dat is subjectief. Het is gewoon zijn smaak die hij dan daarvoor in voorkeur heeft. Hey, en waar ik heel benieuwd naar was, net zei je bijvoorbeeld uh, donkergrijs pak. Wat ik heb, hey, die double-breasted. Ja. Nou, daar heb ik te vaak deze schoen onder gedragen. Ja. No goed, ja, blijkbaar. Weer wat geleerd. Je zegt, je kunt bijvoorbeeld navy-blauw kun combineren met die uh, dark uh, grey. Ja. Wat voor schoenen ga ik daaronder doen dan? Uh, kan je spelen, man. Kan je kiezen. Want, want blauw kan ik deze wel onderdragen. Ja. Maar kan ik het dan ook, als ik mijn broek grijs heb, wel nou, onderdragen? Kijk, als jij cognac, nogmaals, kijk, want je hebt twee tinten bruin qua mm -hmm. schoenen. Je hebt donkerbruin en je hebt cognac. Er zijn twee verschillende schoenen. Vaak als mannen aan mij vragen welke kleur bruin moet ik moet halen, zeg ik: haal donkerbruin. Want donkerbruin kan gewoon basically met alles. Snap je? Donkerbruin is net wat meer veelzijdig dan cognac. Ja. Want cognac is of blauw of lichtgrijs. Want cognac is een lichtere variant van bruin. Cognac staat de klas voor veel met donkergrijs. Maar als je een donkerbruine schoen aan hebt, die donkerbruine schoen, donker schoen kan met lichtgrijs. Uh, donker die donkerbruine schoen kan met donkergrijs. Die donkerbruine schoen kan met lichtblauw en met donkerblauw. Dus de donkerbruine schoen is eigenlijk je go-to schoen. En haal de zwart naast. Waarom zwart? Is gewoon, ja, gewoon classic. Die gaat goed met zwart en donkergrijs en lichtgrijs. En toen weer anders. Je kan een zwarte schoen heus wel onder een blauw pak dragen. Alleen als je een blauw pak mooi wilt afkleuren... is die donkerbruin gewoon mooi. Maar zwart is zo universeel. Die kan je gewoon makkelijk aan. En qua schoenen... niet te moeilijk doen. Je, hebt, je neemt of een schoen. Oké, okay? dan heb je de Derby of de Oxfords. Of je neemt uh, de Monkstraps. Dat zijn die gesp -schoenen die jullie nu aan hebben daarvan yeah. heb je de dubbele gesp en de single monk swap, dat is met mm -hmm. één gesp of je kiest voor loafers instappers je hebt die drie je hebt eigenlijk die drie schoenen en wanneer je kies je voor welke? bijvoorbeeld loafers zou het niet zo heel snel hier dragen loafers is de papi chulo schoen <laughs> loafers bij je papi chulo dat is gewoon <laughs> je bent glad oké okay? <laughs> ik hou echt van loafers ik heb loafers hier volgens mij heb ik ze bij me hier hij zijn wel vet, hè? Ja, papitulo. We kunnen nu scharen gaan roken, Cuba, Cubaanse dingen en weet ik het allemaal. En uh, een paar knopjes van onze overhemd doen we open, dat onze borst eruit komt. We zijn nu papitulo met die lovers. Mm. Maar je bent wel glad. Maar die uh, lovers van bijvoorbeeld de Loropiana zijn wel. Iets meer tranquilo, toch? Klopt, die zijn iets meer tranquilo. Die hebben stof een witte zool. stof is wat sol. minder shiny. stof is wat minder shiny. Maar dit is gewoon de Lover. Kijk, Lovers, die zijn begonnen als uh, de uh, Noorwegse vissermannen. Die zijn daarmee begonnen. En uh, Lovers, dit is eigenlijk een beetje de classic Lover model. Echt van die... Vroeger deed ik me altijd denken aan die ene oom die altijd op elke barbecue aanwezig is. <laughs> die zeg maar dit soort schoenen aan heeft. Of zeg maar van die papa-schoenen. Een grote broek eroverheen. Erover oh, en ja, dat is dus hoe je hem niet draagt. <laughs> dat is dus hoe je hem niet draagt. Je loofjes trek je aan met een broek wat wat meer hoogwater is. Dat je de blote enkels ziet of de mooie sokken. Hmm. Jij had net zo goed onder jouw pak die je nu hebt, kan je gewoon de loofje aan hoor. Je hebt mooie Bordeaux ja. sokken. Je hebt echt dressing socks. Ja. Dus mooie, een beetje van die uh, subtiele, elegante stof sokken heb je nu. Ja. Uh, er zit geen drukke patroon op. Je hebt een chic donkerblauw pak aan. Als je nu dit soort loafers eraan trekt, zie je er heel goed uit. Beetje een Scandinavische look. Kan gewoon. Die van de Loro Piana, die zijn wat meer casual. Ja, die hebben ze wat meer. Want je moet beseffen, Loro Piana startte pas met de casual lijn in de jaren 60. En later heeft LVM meet overgenomen in 2013. Uh, maar de bedoeling is dus dat ze die old money quite luxury vibe, dat ze die ook een beetje wilde, uh, de casual wereld wilde laten infiltreren. En dat is dus wat ze doen met die lovers van hun, die met die zwarte met die witte zolen. Ja. Want een witte zool maakt het sportief. Mm -hmm. Dat is wat de witte zool doet. Die maakt het wat meer casual. Eigenlijk, die lovers van dat onder nette te pakken, wat jullie nu aan hebben, is eigenlijk net niet. We zitten nu in 2024, we kunnen para doen. Maar eigenlijk, onder net te pakken, doe je dit. En als je een smart casual aan hebt, wat ik net zei, dressing down, met knitwear en zo. Dan doe je die lovers aan met een witte zool. Zo moet je het zien. Oké. Okay. Lovers met de witte zool is meer casual en die klassieke lovers, hè, leer et cetera, en zwarte zolen of whatever, dat zijn wat meer nettere lovers. Die kun je ook wel toch gewoon op. Uh, ja. In deze tijdmaat al trekken dit aan met smart casual outfit kan het gewoon. Zeg maar als we echt kijken naar classic rules regels. Dan is het zo dat je die met die witte zol sportiever draagt. En dit soort loafers, echt die ledder loafers, ja. netter draagt. Formeler draagt. Formaliteiten. Dat, maar dat zijn classics. Dat zijn classic regels. Ja. Als je dat weet, als je de regels kent, dan kan je gaan buigen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is zeg maar de inzicht eronder. De Derby's en de, en de Oxfords, dat zijn de vetenschoenen. De veterschoenen zijn vaak wat formeler. Zijn vaak wat netter. Echt Engels vind ik dat. Echt Engels. Der Engels, ja. Ik, ja, je moet er maar van houden. Je moet van en houden. Die monkstraps zijn nice. De monkstraps nee. zijn ook best pappichulos. zijn ook best glad. <laughs> ja. Ja. ja, we gaan dat woord nu gebruiken, guys. Ja, Klaar. Mensen hebben mij nog niet gezien straks in mijn mid pak. Met over met streepjes en deze pappichulos. Ze hebben nog niks gezien, jongen. Ze we zijn net ijs begonnen. Een ijsbeer. Hey, hey, nu... En knoopjes gaan los, hè? Oh, mijn knopen gaan driemaal los. Driemaal los, drie man los hey, met een hey, whisky in hey, hey. je hand. Je borsthaar moet zichtbaar zijn. Ja, les met die whisky gaat ze over hem uit, man. Overhebt uit, nog beter. Alles uittrekken die handen. <laughs> <laughs> jullie hebben het niet door, want jullie weten dit niet. Maar Jaro en Koen hebben echt drie, vier nieuwe pakken aangeschaft. Bij mij. Mm -hmm. Ja, is En die gaan die boys gaan shinen. Ja, we gaan hier in de, in de wel, set ja. goed erbij zitten. Uh, snap je wat ik bedoel? Dus we gaan para ja, ja, doen. Ja, ja, snap je, ja. maar die durven zijn of zijn eigenlijk netjes. En dan heb je dus de, de schoenen die eigenlijk dicht zijn. Dus dat zijn die dubbel monkstraps. En je hebt de Chelsea boots. Ja. Dat zijn die dichte schoenen. Wat een beetje midhoog is. Een maar Kan softball. dat ook onder een pak? Nou, dat vind ik lelijk man. Kan onder een pak. Het wordt wel heel fashion. Het wordt wel heel modieus. Je gaat iets meer van dat formele herenmode af. Je, gaat wel, je maakt het iets te veel fashion, iets te veel. Maar ik vind het lelijk hoe het valt. Het valt gek. Want hij valt een soort van raar over dit hogere stuk heen of zo. Ja, want jou, omdat je hoger is, valt ja. jouw broek te sneller op en dan krijg je snellere knikken in je broek. Ja. Dus om die knik te voorkomen moet je ofwel een hele korte broek hebben, of je moet gewoon accepteren dat die knik knikte zit. Mm. Maar je kan lovers dragen, want lovers maakt het wel glad. Zijn modieuze schoenen. Of sorry, wat zeg ik sorry? Die Chelsea boots maakt het wel glad. Zijn modieuze schoenen. Dus je kan het wel doen. Um, even kijken. Dus dan heb je dat eigenlijk. Ja, Dus je hebt de veterschoenen. de Oxford en de Derby's. Je hebt de, de papicholos eigenlijk. Dat zijn een beetje de, 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 de loafers eigenlijk. En de, 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 dubbele, de dubbele gesp. Hè? Dus de monster die jullie hebben. En dan heb je nog die Chelsea boots die je kan kiezen. En dan heb je nog één. Ik weet niet of je dat goed op de camera ziet. Maar dan heb je de Brokes. Dit zijn de veterschoenen. Deze zijn toevallig dan van Dr. Martens, omdat ze wat dikker zijn, wat massiever. Vet. Tof toch? Even tof. Ja. En wat een broke onderscheidt, is ze perforeren, een perforere soort van gaten erin om een soort van karakter aan te geven, om die wat jij zegt, jij vindt je schoenen lelijk, die vete schoenen zijn zij. Juist om het, die 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 broke die je erin doet, dus die perforeren van gaten om het karakter aan te geven maakt het minder zij, meer spils. En daarom vind ik brokes. Mijn go-to schoenen zijn of de brokes of de loafers. Ja, ik ben echt moeilijk met schoenen, man. Ik vind bijna niks nice. Ja, het is wel een uh, specifieke. Uh, ik ben monster straps uh, wel echt in love. Nu ik ook. Ja. Monster zijn top, ja. clean wel wat details door die gespen en dingen, maar ook weer niet. Ik vind die te gek, man. Ze zijn ook die gek. Die zijn man. Die zijn goed. ook gek. Veel te wild. Uh, als je denk ik een de 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 stijl, stijl daarvoor hebt gevonden bro, dan. Even voor iedereen die kijkt. Ja, ja dit is, het is niet mijn stijl. Dat is gewoon niet dit mijn zijn mijn de Brokes. Na. Die gaat erin zorgen ervoor ja, dat je structuur erin Ja, Ja, dat vind komt. ik op zich wel. Want dat heb je bij een monkstrap soms ook. Heb je dat, dat ook, kan ja, je goed. wel zien. Dus daar zou ik misschien nog wel ja, wat ja. van De Brokes zou je toepassen op verschillende modellen schoenen. Want wat ik nu eigenlijk aan heb, dit is eigenlijk een derby model, ja. Met die broek erop. Mm. Dan kan je ook op andere schoenen hebben. Ja, ja, ja. ja. Dus hoe vaak ik het zie, hoe gewoon het mm, wordt, het. Ja. dan weet je het weer ja, aan. Ja, en dan ja, denk je ja. op een gegeven moment, oké, okay, ja. misschien. Dan hey, ja. ben ik wel benieuwd nog, uh, als we het schoenen gedeelte hebben afgesloten. Ja. Dan komen we ook nog bij, bijvoorbeeld de stropdas. Klopt. Accessoires. Accessoires. Accessories. Ja, en hier, daar, dat is zeg maar een plek, als, als, ik het, uh, als we daarover... Ja, zeker. Ja, ja. Ik wil eerst een lijst maken met wat er allemaal is, voordat we gewoon op één ding inzoomen. Oké, okay, dus daar goed, ben ik benieuwd. Want ik bedoel, ik zie hier al, ik zie cufflinks, ik zie uh, een das, je ziet een uh, pocket square. Uh, je kunt uh, zakhorloges doen. Je kunt wat jij hebt een soort van flat tie, maar ook oh, bril. Je kunt alle oh. kanten op. Er zijn een brillen wel bril. accessoires. Uh, ja. en misschien zijn er daarnaast nog dingen die ik nu vergeet. Uh, heb je die al gezegd? Stop dat ze spel. Dat Ja, dat spel. Uh, überhaupt pinnetjes die je zeg maar in je uh, in je uh, Ja, die hier zo in je ja, lapel ja, ja, ja. kunnen. Ja. 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 Uh, vind je uh, ook nog uh, wel bij de passen, maar dat is zo... Nou, nah, Segorin, ja, dat is om met een soort van ja ja, dat kan je gewoon je stel zijn. Kijk, het ding met accessoires is less is more. Hoofddeksels. Kan je doen, ja, dat maakt het wat meer stoerder. Ja, <laughs> ja, ja. Dus nou ja, ja, je kan van een hoed de hebben, de... een muts, een cap, ja, ja, een ja, pet, aan de kant Weet op. je, dus uh, kijk, texos, kijk, een hoed is classic. Echt een hoed op, weet je, is Engels, is ja. English. Een pet, dus die dead caps, echt een baseball cap, maakt het wat meer streetwear. Ja. Wat meer straat. Dressing down. Je maakt het wat stoerder. Je kan er ook heel makkelijk knitwear onder dragen dan. Um, een muts, zelfs val, maakt ook wat meer streetwear. Wat er allemaal. Kijk, accessories, accessoires... is het opleuken van hetgene wat er al is. Dat is wat accessoires is. Maar omdat al die opties er zijn... wil je niet zeggen dat ze ze allemaal aan moeten trekken. Je wil er niet bij gaan lopen als een discobal. Als een kerstboom. Less is more. Draag wat, jou, uh, uh, wat goed bij jou past. Sommigen hebben in het borstzakje van hun pak... hebben een, een zonnebril. In het borstzakje... Van een pak, in plaats van een pochetje. Dope, toffe accessoire. Wij hebben nu bijvoorbeeld, uh, Koen en ik hebben bijvoorbeeld een, uh, een machetknoop in onze, in onze overhemden. Ook een accessoire. Nee. Een stropdas, als je een stropdas onder hebt of wat ik aan heb, een fletij, is ook een accessoire. Ik ga zo meteen wat vertellen over die flettei. Dus, uh, maar accessoires is om het op te leuken, is om die, die, die je kan kip maken en je kan kip maken. <laughs> Je hebt white people kip en je hebt... Ik ben blij dat jij... Het is prettig, je? Ja, ja. Ik hou ben... Ik vind het zo chill dat jij dat zegt. peper en zout zeg kip. Weer... Oh, dan komt die junior uit de wijken weer hoor. Met zijn, uh... Ik vind het blij dat jij dat zegt. Ja, je kan die kip kruiden. Wij claimen die kip trouwens niet hè als white person. Dus nee, maar... nee. <laughs> ik ik, ik meer kruiden dan ja. uh, peper en, oh, right. uh, en zout. Geef het shout-out naar. Ik foto in inplakken van mijn kruidenkast. Je hebt meer nodig dan <laughs> peper en zout, kijk. Je hebt meer nodig dan peper en zout. Het accessoire is je kruiden. Je kipkerry, je masala, je whatever. Zeg maar, hoe, ma hoe maak je het lekkerder? Maar wat gebeurt als je te veel kruid op je kip doet? Het smaakt niet eens meer naar kip. Het smaakt naar, weet ik het. Weet Zo weer. Dus het beste wat je kan doen is. Um, de regels eigenlijk doen niet meer dan drie accessoires. Oeh. En wat mag ik allemaal meetellen dan? Want ik heb bijvoorbeeld. je doet een wilde sok. Mm -hmm. Is dat een accessoire? Als die opvalt, wordt het eigenlijk een accessoire. Ja, een Jij hebt zeg maar een sok. Ik heb een flamboyante sok. sok. Eigenlijk een accessoire. Ja, precies. Hebben we 1 2 3 4 5. Nee, nee, we nee wat bril, bril wel eens Nee, kijk, dit is, kijk, je hebt de zijne brillen, dus de Ray-Bans, de de en zo. Dat wordt gezien als accessoire. Dit is gewoon een een, 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 een montuur. Gewoon een montuurbril. Ik heb ja. sterkte. Ik heb die nodig. Ik heb een beetje van een opa-brilletje, een beetje een gouden montuurtje. want in mijn, in mijn oorbel is ook zeg maar goud, dus dat matcht een beetje. Maar dit is, dit zie ik niet eens als een accessoire voor mezelf, do. Ik kan me best voorstellen als iemand mij ziet, kan niet als een accessoire zien. Uh, maar ja, een bril is in principe in de niche, is, dat, is het een accessoire. Maar als je echt een reben-bril aantrekt of een cachet bril of een whatever-bril, uh, dan wordt het gezien echt als een accessoire. Een pochetje is een accessoire. Stropdas is een accessoire. kavelings, dus machetknopen, of Opvallende sokken. Accessoire. Uh, een daspelt? Accessoire. Horloges? Horloge? Eigenlijk een accessoire. Kijk, horloges is nodig, want je moet weten hoe laat het is. Maar op het moment dat je met een uh, toetoond uh, Day-Date uh, Rolex aankomt, is, wordt het eigenlijk meer een accessoire. Mannen doen dat ook expres. Hè? Dat is net ja. als met die knoopjes open. Dan kan je een beetje zien van iemand van over. Waarschijnlijk heeft die pap. Sommigen laten het lijken, maar waarschijnlijk mm. heb je pap. <laughs> dus, maar dat wordt gezien als accessoires. Ja. Boys, hou oh. gewoon die vuistregel aan. Max drie accessoires. Oké, okay? en als je gewoon normaal altijd een horloge draagt en gewoon bril en whatever, oké, okay, cool. Maar als we echt kijken naar dingen die je echt toevoegt om je kip te kruiden, om je pak te kruiden, doe maximaal drie. Nou, wat springt in het oog? Dat is denk ik. Ervan. Ja, wat springt in het oog? Wat zie je gelijk? Boom! Ja. Oh ja, die heeft dit aan, die heeft een tas, cufflinks, uh, dus uh, machetknopen, dit en dat. Uh, springt heel erg in het oog. Dat zijn een beetje de asfaltjes waar je moet denken. Snap je? Okay. Ja, alleen ja. nu heb jij er iets van vijf dan. Ja, ik ben weer een rare vogel, man. Ik moet, weer, ik moet altijd weer raar doen. Ik, jongens, ik weet niet of je het doorhebben, maar ik heb de Big Five-test gemaakt mijn extra is 98. Mm -hmm. Oké? Okay? Dus uh, ik in mijn outfit, ik kom uit de streetwear. Hele expressieve creatieve wereld. Alles draaide om hoe kun je het beste communiceren door middel van kleding. Ja. En, maar door middel van kleding, jij draagt de kleding. Jij, bestu jij bepaalt wat er gebeurt, niet andersom. Dus je moet, je moet niet overboord gaan. Kijk, ik bijvoorbeeld, ik heb die flat -tij. Ik weet niet of jullie hebben gezien. Uh, ik weet niet of jullie een beetje voetbal volgen. Nee. nee. Oké, okay. Benzema, voetballer. Uh, die was, uh, was spits van Real Madrid. Die had de, de gouden bal gewonnen, de, ballon de oor. Ja. Oké, okay? dat is het meest prestigieuze prijs die je kan winnen als voetballer per jaar. Oké, okay? hij had die van vorig jaar gewonnen. Vorig jaar jaar Vorig jaar volgens mij. En hij had een, uh, uh, een pak aan. Hij ging Toepak nadoen. Want Toepak had een keer een tuxedo aan. En hij had geen strik erbij. Hij had zo'n flat zoals ik hem nu heb. Z een zijdeband met een hmm. gouden knoop. Oké? Okay? Dat is wat anders dan een stropdas of een strik. Dat is iets wat best flamboyant is. Snap je? Uh, en Ben zei, mag je doen? Dus kwam weer overal de nieuws. Ik krijg natuurlijk belletjes binnen en DM's binnen van... jou. June, kan ik dat bij jou laten maken? Ik had het niet natuurlijk. Want ik, ja, ik had er niet aan gedacht om dit in mijn za zaak te hebben. Ik zei tegen hem van... Ja, maar je kan het vast googlen. Je kan het vast ergens vinden. Nee, je kan het nergens vinden. Ik denk, pff, moet ik het willen? Ik ga googlen voor je. Want zo ben ik. Ik ga voor jou zoeken. Ik ga zoeken en ik vind het niet. God in de markt. Ik denk, oké, okay, nice. Ik ga het maken. Dus ik had mijn manufacturer, had ik, uh, had ik toen gebeld. En ik zei van, dus mijn producent. Ik zeg, yo, ik zeg, kunnen we dit maken, ja of nee? En toen heeft hij dit speciaal laten maken met die knopen. Dus ik heb ze zilver. Ik heb ze goud. En dan zit er zeg maar dus een, een, een zwarte zijde uh, band om, zeg maar. Oh, nee. Om je, om je bord. En dan heb je eigenlijk, ik noem het een flat eye. Het is eigenlijk een zwarte... Strik. Of uh, platte, strik. Van platte, whatever hoe je het wil noemen. Mm -hmm. Oké? Okay? Is best een accessoire. Springt best in het oog. Ik heb het ook expres gedaan voor vandaag. Dit is een beetje een expressatura, denk ik. ik. doe alsof ik geen moeite doe, maar ik heb best moeite gedaan voor vandaag. <laughs> <laughs> Want ik heb bijvoorbeeld nu ook een... een uh, hier, ik heb zelfs een meetlint om. Alsof ik aan het werk ben. Dit is gewoon passie en liefde wat ik nu doe. Maar door een meetlint om te hebben, waar ik ook ben, zien mensen wel gelijk, hey, die gast heeft niet voor niks een meetlint om. En hij ziet er anders uit, laat me even met hem kletsen. Dan kom je er vanzelf achter wat ik doe. En ik heb een Colbert aan, die heeft dus geen lapel Waar we het net over hadden, die kraag hij heeft, hij heeft ook geen zakken Waarom? Die zakken worden eigenlijk niet meer gebruikt, alleen je binnenzakken Waar je waar je telefoon in bewaart Die lapel, die laat je gewoon gevouwen Dus die laat je gewoon naar beneden, die, die zet je niet meer rechtop Dus die dingen zijn eigenlijk overbodig Ook die, overhoud, zeg maar uh, Je pochetje heb ik er gelijk ook weggedaan, je, je borstzakje Waarom? Als je bij iemand iets anders moet kunnen verwachten, is het bij mij Als je maar iemand naar binnen loopt en je denkt June, ik, wil, ik heb al pakken thuis. Ik wil wat anders hebben, is het bij mij. Het is best gewaagd. Ja, dat klopt. Maar wat je wel creëert, is een hele clean look. Zonder die, de voordelen van een formele pak te verliezen. De look ervan. Ja, het is gewaagd. De type klanten die dit bij mij aanschaffen, zijn vaak wat meer de gasten tussen de 25 en de 35, die te vaak ook durven, die de status quo, durven te pushen. Vaak als ik mijn klanten boven de 45, die zien dit en die zeggen, ja, June, dat verwacht ik al bij jou, maar uh, laten wij gewoon normaal doen. Hè? Laten we gewoon normaal doen. Zo dus, so maar... ben ik. <laughs> Toch? Ja, jij bent ook... Maar jou ga ik ook een keer in een, in een uh, moed, moed, kijk, moed. Alleen jij nee, nee, zo, maar nee, nee, ook nee, 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 ja, weer nee, nee, nee. niet zo. Want jij houdt ja, van, van, van de zelf. Ja, 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 dat van wel. En weet je wat ik tof vind van jou ook? Jij weet het verschil tussen een blouse en een overhemd. Ik niet. Een jaar geleden, totdat Jaro drie, vier keer tegen mij zei dat ik geen bloes meer mag zeggen. Ik vind het zo erg als mannen man naar binnenkomen en zeggen ja, ik ben op zoek naar een bloes. Ik zeg, ja, dan ben je bij mij een verkeerde adres. Hè? Maar je hebt toch overal bloes hangen. Ik zeg nee, het is een overremd. Oh, dat kom je weer terug. Je, bent niet, uh, je hebt geen educatie erover gehad, man. En daarom zitten we hier om een soort van concreet handboek neer te zetten. Ja, handboek is zwaar, zeg, maar ik ben. Ik, ik hou niet van school. Uh, om een soort van de. Encyclopedie. Hij maakt het toch erg. Om uh, een soort van leidraad. <laughs> hij heeft een, een geestpak. Ja, hij is vandaag zeg maar van, hey boys, uh, toch de serieus. Oh, hij is licht geweest. Hij is licht, hij was uh, spoel, uh, hij was spoel, uh, hij was wel uh, 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 Kijk, bij mij, kijk, het verschil tussen oh, een blouse en een overhemd is als volgt. Een is mannelijk, een blouse is vrouwelijk. Bij een overrem zitten de knopen aan de rechterkant, bij de blouse zitten ze aan de linkerkant. Een overhemd valt over het algemeen langer dan een blouse. Een blouse is korter en een blouse valt ronder. Een overhemd valt wat rechter en langer. Oké, okay? uh, dus de blouse is vaak wat meer uh, afgesteld op het lichaam van de vrouw, wat dus rondingen heeft. Oké, okay? en bij het uh, ja, lichaam van een de, van de man is wat dat betreft over het algemeen rechter dan die van een vrouw. Dus gewoon, is dus niet zo spannend wat dat betreft. Dat is wat het verschil is tussen een overhemd en een blouse. Dus als je als man bent op zoek bent naar een mooi shirt, hè? overhemd, dan zeg je, ik wil graag een mooi overhemd aanschaffen en geen blouse. Want anders loop je met het verkeerde product de verkeerde deur uit. Dus dat is even een kleine nuance, wat je als het ware moet uh, uh, onthouden. En dan heb ik nog een tweede vraag voor jou. Dat heb ik namelijk ook lang afgevraagd. Als we het dan hebben toch over overhemd. Waarom heb ik ook altijd twee knopen? Want met eentje zit het al dicht. Als in. Uh, oh, oké, okay, ja, ja, ja. De mouw. Dus op de machette. Dus op de mouw. Dus bij de polsgedeelte van je overhemd, dat noem je een machette. Ja. Daar zitten twee knopen. Het is namelijk zo, uh, als je, je, je kan hem op twee manieren kan je hem strak zetten. Of je doet hem op de strakkere knoop, op de tweede knoop, dan zit hij heel strak om je pols. Of je zet hem op de eerste knoop, dan zit hij wat losser. Uh, nadeel van het feit dat hij wat losser zit, is dat hij over je hand heen kan vallen, waardoor het lijkt alsof je overhemd mouw te lang is. Als je hem strakker knoopt op die tweede knoop, dan valt hij niet over je hand heen, maar op je hand. Het voordeel daarvan is, als je, een, uh, je, wil, je wilt altijd onder je colbert, wil je altijd de rand van je overhemd zien. En, uh, dat, dus als je hem strakker knoopt op je pols, dan valt hij op je hand, dan zie je de rand van je overhemd, dan, dan zie je een laag van je, van je colbert. Als je hem losse knoopt, dan kan het handig zijn als je een horloge om hebt. Yes. Want als je een horloge om hebt en je doet hem op het, op het strakste punt. Dan um, knelt hij met je horloge. Dat, dat zit niet mooi. Zie je ziet zo uit, dan hij er echt uit is een flapdrol. Dan ziet hij eruit als een flapdrol, want dan zit hij net, zeg maar. Snap je? <laughs> dus dan. dan hij, hij valt niet over je horloge heen, maar hij propt zich een beetje onder je horloge of hij valt erop. Dus je doet hem op je linker of je rechter pols, whatever waar jij je horloge draagt. Daar op die pols doe jij je overend machet iets losser. Dus op de lossere variant. Waarom? Dan valt hij mooi over je, uh, semi over je horloge heen. En op je andere pols maak je hem strakker, want dan valt hij op je hand. Dat is waarom je altijd twee vaak twee standen hebt op het machet van een overhemd. Dat is waar het vandaan komt. Duidelijk. Goed om Duidelijk. te weten, goed om te weten. De laatste, voor, voor mij dan: stropdas. Zijn er daar nog specifieke dingen over? Bijvoorbeeld, ik heb nu een stropdas. Ik heb ook een uh, Bordeaux uh, stropdas. En dan mes ik die met mijn sokken. Nou, die heb ik als één paar zeg maar. Maar ik wil ook een beetje wisselen. Ik heb nu een keertje wat anders gedaan. Maar ik weet niet echt uh, de regels daarvan. Goeie vraag. Een stropdas kan je op heel veel verschillende manieren knopen. Laten we daar even mee beginnen. Een stropdas knopen. Als je een stropdas knoopt, er zijn verschillende manieren die je kan knopen. Nu zie je hier de double forehand. Dat is een smalle knoop. Hij is vlot. Wat tof is hieraan, je ziet ook twee lagen. Dus hij ziet er modern uit. Je hebt ook een stropdas knoop. Waar, dat heet de double windsor. Dat is, dus je hebt vaak twee knopen die heel bekend zijn. double forehand, de smalle. Of de brede, de, 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 de windsor. De windsor is driehoekig. Is klassieker. Vaak ja. zie je onze vaders en de opa's zeg maar, die knoop, want dat was altijd de, 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 de deftige knoop van de stropdas. Maar dat maakt het wat minder vlot. Dus als mensen aan mij vragen, Yo Jean, welke knoop moet ik doen, zeg ik altijd: doe die double four in hand, niet de winst. Dus doe de smallere variant. En hoe? De double? Double four in hand. De dubbele vier in hand. Double. Ja. Voor in hand. Oké, okay, dus dat ook. How to double four in hand tie op YouTube en dan kan je gewoon die stap. op. Dan zie je twintig video's hoe ze dat allemaal uitleggen. Ja. Als je hem één keer weet, dan weet je het. Je hoeft je niet te schamen dat het de eerste tien keer misgaat. Uh, dat He was bij degene bij mij de eerste keer, twintig keer, 20 keer mis zelfs. Ja. Uh, dus je das, moet je gewoon doen. Gewoon even de spiegel, doe even op je telefoon een YouTube-video erbij afspelen. Dat is gewoon, dat hoort gewoon bij onderdeel van die transitie naar een gentleman. Ja. Eh, we zijn niet de not so gentle gentleman. Als je een gentleman bent, moet je gewoon in ieder geval een das kunnen, kunnen, kunnen knopen. Schaam je niet als het niet kan, hou gewoon een YouTube-video erbij en laat hem ook geknoopt. Deze ook, deze kan ik gewoon losdoen. Exactly. Gewoon in de laat hem geknoopt Want dan een keer. Je kan hem altijd strakker trekken als je hem om je hals in hebt en je kan hem ook weer los halen als je hem afdoet. Dus je hoeft niet elke dag die knoop weer erin te doen. Als dat is die... die klassieke na een lange werkdag. Ja, dat is een loswaaien. Dat is een Dat je wel <laughs> nee, altijd de serie ziet. echt op papa. dan weer. <laughs> en... en maar als je kijkt naar de kleuren, kijk een dat -dus is een accessoire. Ik zei net in je garderobe of uh, niet in je garderobe, sorry. In je outfit probeer je niet meer dan drie accessoires. Maar probeer ook niet meer dan drie kleuren. Als je meer dan drie kleuren gaat, kan, maar dan moet het echt jouw stijl zijn. En dan moet je alle regels kennen. Nee. Hou hem tot ongeveer drie kleuren. Want het chillen daarvan is bijvoorbeeld. Uh, dan heb je bijvoorbeeld. Uh, Jaro die heeft nu een, een, een lichtgrijs uh, pak aan. Hij heeft een licht. Uh, blauw shirt aan en het is een beetje een, een mooie donker wat is die donkerblauw, hè? donkerblauw ja. heel donkerblauw uh, uh, das kijk zijn sokken zijn bijvoorbeeld niet volledig donkerblauw maar die zijn donkergrijs maar als je, visueel gezien ziet het er nog steeds netjes uit zelfde categorie donker dus visueel gezien zit je schot van in drie paletten oké okay? lichtgrijs lichtblauw en donkerblauwe das oké okay? uh, jij bijvoorbeeld jij hebt bijvoorbeeld een mooi uh, donkerblauw pak aan je hebt een speelse uh, blauw uh, uh, das en je hebt bordeaux sokken Yep. Dus je zit eigenlijk met drie kleuren nu te spelen. Mm -hmm. Nou, dat ziet er clean uit, het oogt goed. Snap je? Een, een das kan je combineren op verschillende manieren. Je kan het combineren misschien met je sokken, misschien combineren met je knopen. Of je kiest juist een hele contrasteren, constaterende kleur. Zeg je contrasterende kleur, zegt de contrasterende kleur. Ja, dankjewel. Perfect, ga je hem over mijn tong schrijken hier. Of je kiest zo'n type kleur wat er gewoon zeg maar uh, uitspringt, omdat het een accessoire is. Dus een andere regel is, als je een pak aantrekt en het is een effe pak, er zitten geen patronen in. Doe dan een das aan met de patroon als je wil spelen. Bijvoorbeeld, Jaro heeft nu aan uh, uh, een effe pak en een effen das. Clean. Koen heeft aan een effen pak met een spilse das. Hij maakt het als spilse. Mm. Ja? Dus zo combineer je het als het ware. Dan moet je gewoon in, in gedachten houden voor een stropdas. Stropdas, of combineer het een beetje met de kleuren die je al in je outfit hebt. Of kies een uh, constraterende kleur. Contrasterende. Jesus Christ, man. De, Jesus. Kat de kat katkrap de kleur van de trap. <laughs> de plezierpoets, poetsen <de> postkoets. <laughs> There you go, man. Hey, oh, ik man. heb nog een... Uh... Een laatste vraag, hij ontschiet ja. me nou zo eventjes. Ja. Ik ga zo oh, nog jammer. wat vertellen over patronen en stoffen. Uh, oké, okay, okay, cool, cool, cool. Okay. Um, ja, hier was ik uh, heel benieuwd naar, maar daar kunnen we denk ik het best mee afsluiten. Dat is nog een stukje, gewoon eigenlijk samenvattend voor iedereen. Weet je wel, van oké, okay, wat moet je nou gaan halen en de reden waarvoor. Maar laten we daarvoor nog eventjes een stukje stoffen wat je zei. Ja, oké. Okay. Nu komen we op het gedeelte wat misschien wat meer technisch is. Ja. ja, want we hadden, nu, we hadden nu meer om met visuele dingen en hoe maak je het leuk en hoe maak je het aantrekkelijk en hoe, pas je, hoe kom je goed op in de pak. Ja. Als je kijkt naar stoffen, er zijn een aantal stoffen waar pakken uit bestaan. Nee, ik zei net, 9% van de pakken is een 9 van 10 keer wol, vanwege mm -hmm. die voordelen die ik net opnoemde. Temperatuurregelaar, kreuk en uh, geurbestendig. Uh, en dat soort dingen allemaal. Uh, dan heb je nog katoen. Katoen is zomers, dat ademt. Maar katoen kreukt ook een beetje, dus het is wat meer casual. Dan heb je zijde. Zijde, je maakt nooit een pak van 100% zijde. Zijde ademt niet. Zijde is te warm wat dat betreft. Zijde is het glans ook veel te veel. Dus zijde kan je toevoegen aan vol, waardoor je een beetje een uh, chique look krijgt in een pak. Uh, dan heb je nog linnen. Linnen is het meest somers stof wat je kan hebben: het meest luchtige adembenemend. Ik wilde zeggen adembenemend, uh, Het meest ademende stof die er is. Maar linnen kreukt als een jakko, als een gek. Dus linnen. Ook weer, kies voor een blend, net als voor zijde. Blend dat met katoen of met vol, zodat je alsnog een outfit hebt wat soepel valt, maar je hebt nog eens nog de karakter eigenschappen van linnen die in jouw pak uh, naar voren komt. Dan heb je um, Corduroy. Corduroy is basic katoen, maar dat is met die ribbeltjes. Mm -hmm. Wat er gebeurt is, ze hebben dan een soort van mesje met van die gleufjes erin. Dat is, je snijdt dat katoen en dan krijg je Corduroy eruit. Dus ook gewoon katoen. Oké, die dragen ze in de zomer, zowel zomer als winter. Kijk uit met de hele warme dagen, want katoen of corduroy kan nog best warm zijn, zeg maar. Dan ga je nog naar het hoger segment, qua, want ik zeg net wol, maar je hebt verschillende types wol. De meest bekende type wol, wat gebruikt wordt voor pakken, is merino wol. Ja, dat is dus van die merino schapen, waarvan ik vertelde, die grazen in Nieuw-Zeeland en Australië. Dat is een hele zachte structuur wol. Vol is heel veelzijdig. Je hebt dikte, verschillende dikte uh, uh, voordraden. Want je hebt wol wat heel vollig is, wat heel winterig eruit ziet. Hè? Dat gebreide vol of dat hele grove vol. Warm, voelt zwaar aan, prikkelig. Je hebt dat, maar je hebt ook hele fijne vol. Dus de manier hoe dat vol wordt geweven, hoe dun die voordraad wordt gemaakt, dat bepaalt tot de, uh, de, de mate waarin jouw pak soepel valt. Jullie hebben bijvoorbeeld nu allebei een stof aan, die duiden ze aan als Vol S130. Soms zie je pakken, staat er S110, S130, S150. Wat is dat in godsnaam? Ik ga het heel simpel maken. Een voordraad kan je dik of dun uh, uh, maken. Hoe dunner de voordraad, hoe hoger de S-waarde. Oké? Okay? Maar hoe dunner de voordraad, hoe hoger de, de uh, S-waarde, hoe fragieler het pak. Hij, tuurlijk, hij valt heel luxueus op je huid. Heel soepel. Hij ziet er mooi uit. Maar hoe fragiel het pak, hoe meer het een gelegenheidspak wordt. Hoe sterker het pak, hoe meer het een functioneel pak is die je daily vaak aan kan trekken. De S-waardig begint met S100 en dat kan oplopen tot S180, whatever. kun je zo gek maken als je wil. Maar om die voordraad dus dunner te krijgen, dat is arbeidsintensiever. Ja, niet alle uh, 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 weverijen doen dat. En het is omdat het arbeidsintensiever is, er zit meer werk in, dus het is duurder dat pak. Maar heel veel mensen hebben in gedachten van, oh, als het pak duurder is, is, dus de kwaliteit is ook beter. Is niet waar. Hoeft niet per se het geval te zijn. Je hebt, je hebt pakken in het hoge segment, die zijn super duur, maar dat zijn gelegenheidspakken. Want die hebben hele fragiele stof, die je alleen aantrekt wanneer je een keertje gaat uiteten, wanneer je een bepaalde be, belangrijke meeting hebt. Of weet ik, alleen dan trek je hem aan. Niet elke dag naar werk, want dan bel je me na een paar maanden op en zeg je, June, ik ben net mijn broek gescheurd. Ja. <laughs> Snap je? Ja, ja. Dus dat is een stukje vol. Dan heb je nog mohair, dat noemen ze diamantenvol. Dat is het vol wat het meest, wat heel shiny is. Hele zachte wol, shiny, ook weer duur, wat duurdere wol, wat prijziger. En ook dat meng je weer met andere stoffen. Uh, en dan heb je het allerduurste stof tot nu toe, heet vicuña. vicuña. Dat is vicuña. Dat komt van een lama-soort. Die heet letterlijk vicuña. Die, worden, uh, die, uh, die, 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 die vind je in Peru. Ja. En uh, dat is een beetje hetzelfde als kashmir. Kashmir is ook uh, duur, maar vicuña is nog duurder. Waarom zeg ik dit? Per twee jaar. Kan je per zo'n vicuña, dus per zo'n lama, krijg je max 250 gram vicuña kan je ervan uh, vergaren, zeg maar. Kan je eruit halen. Heel de wereld vraagt ernaar. Maar per zo'n lama kan je om de twee jaar pas maar 250 gram kan je ervan afhalen. Wat kan je dus... maken met zo'n 250 gram? Ik ga je wat uitleggen. Die voordraden, één zo'n klein boldraadje. dat wordt De diameter daarvan wordt aangeduid met micron. Menselijke haar, de diameter van de menselijke haar qua micron, heeft 60 micron. Dus de dikte van jouw haar, als je die vast hebt en als je goed kijkt, zie je jouw haartje, dat heet 60 micron. Weet je hoeveel micron die van de vicuña is? 6 tot 12. Poeh. Zo dun is die. Zo fragiel. Spinnenweb. Ja, snap je? Dus hetzelfde het geldt met kashmir. Kashmir is de, het ondervacht van de kashmirgeit. Maar die ondervacht kan je ook maar een max aantal van vergaren per jaar. Maar heel de wereld wordt kashmeer. Dat is wat die prijs omhoog duwt. En kashmeer dat isoleert twee keer meer dan normaal wol. Dus uh, vaak zijn stoffen gewoon duur door de mate van schaarste. Ja. Want het is niet per se duur omdat de kwaliteit beter is. Want hoe dunner die voordraad. 6 tot 12 micron weet je hoe kwetsbaar het is. Daarmee moet je niet elke dag naar je werk toe. Snap je? Dus zo moet je kijken. Dus dat is ook een stukje image consulting wat ik doe. Ik moet weten waarvoor jij je pak gaat gebruiken. Hoeveel zijn die prijzen, hoeveel verschilt dat? Zeg maar, zelf, je maakt een tweedelig pak. Ja. En je pakt normaal, zeg maar, wol. En dan pak je vicuña. Vicuña, ja. Vicuna. Of je pakt, uh, Meri uh, zeg maar, merino wol. Merino wol, ja. Uh, uh, dus bij mij, de prijzen variëren vanaf 800 euro voor een tweedelig pak. Yeah. Tot 2500 euro. En ik ben nu bezig om ook uh, bepaalde stoffen aan te bieden die dan 4000 euro kosten. Oké, okay? dus je zit een beetje tussen de... Je moet zo zien, een pak van Tom Ford kost 4000 maar Tom Ford gaat bij of ofzo. Tom Ford verkoopt merk, Oké. Okay? Uh, de Europeanenpak zit ongeveer bij diezelfde prijssegment. Uh, uh, prijs Oké. Okay? Of die kan je al vanaf een 2.000, 3.000 euro kan je ze aanschaffen. De pak bij mij zijn 2.500 euro. Het chillen daarvan is, ik zit meteen op de producent. Ik heb geen tussenpersonen. Ik heb geen agenten of agencies of, of whatever die ervan eten. Dus als jij bij mij een Loro pak wil maken, dan fix ik dat meteen met de producent. Al die overbodige kosten kunnen wegsnijden. Dus je betaalt 2500 euro bij mij voor een, voor een Loro pak. Ja? Maar waar je dus bij mij bijvoorbeeld in gedachten moet houden. Een, die pakken variëren van 800 tot 2500 euro. Dus als jij gewoon een daily pak wil hebben. Niet te veel poespas. Die je ook naar je werk moet aantrekken. Niet allemaal te fragiel, te veel toeters en bellen. 800 euro. De ja. enige reden waarom die omhoog gaat is omdat je bepaalde. Je wordt stretchen je pak. Je pak moet. Uh, uh, een, een, je hebt een travel pak. Een travel pak is eigenlijk gewoon wol. Maar dat wol wordt, voordat hij wordt geweven in een, in een, in een stof. In, 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 een, in een lap stof, zeg maar. In een pak. Wordt het heel strak gedraaid. Ze noemen dat een high twist yarn. En pas wordt het stof geweven. Het voordeel van een strak <laughs> gedraaide woldraad... is dat hij elke keer weer terugvalt in zijn eigen vorm. Ik heb nu zo'n type pak aan. Dus die kan je kreuken wat je wilt. Maar die valt altijd weer terug in zijn eigen vorm. Dus het toffe is, het is bijna een soort van je trainingspak onder je pakken. Qua stof. Mm -hmm. Dat is het hele chill daarvan. Maar dat is een beetje waar je qua prijs mee gedacht moet houden. 800 tot 2500 euro. En als ik Fecunya ga halen? Als je Fecunya, ik ben bezig met Fecunya, die gaan ongeveer rond de 4000 zijn. Ja, 4000. Het is wel interessant dat je dan, eigenlijk voor de meeste klanten die jij dan genereert, uh, die dan de basis willen hebben, zeggen eigenlijk, nee, nee, nee. Niet die 4000. 800. Ja. Begin, uh, begin ja. maar daarmee. Kijk. Ik wil een nieuwe flex. Pull up Fully op, pool, up. Fully, fully. Hey, als je dat doet, ben je erg aan het flexen. Man. <laughs> ja dan moet je die loafers erbij. Ik accepteer niet dat je geen loafers daarbij aantrekt. Dan moet je loafers aantrekken, paar knoopjes open. Prochetje in je pak. borst haardrijf. Rolex. Gouden Rolex. Dan moet je gek doen. En dan wordt het leuk. Want op het moment dat je zo'n facunha pak aan hebt, en jij pakken kennis, je komt op plekken zoals Monaco, waar andere ja, mensen ook pakken hebben. De, en zien uh, ja, 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 dat ja. ze een pak aan hebben, dan denken ze. Met jou moet gaan praten. Okay. Kun je dat zien? Ja, jij dat zien? Nou, Afstand? ik zie wel wanneer het heel soepel, mooi, luxueus stof is. En als ik jou dan complimenteer met het pak, vind ik het tof als je vertelt van, uh, ja, dit is van Ficunya. Want heel veel mensen weten niet wat Ficunya is, hè? Wat ik nu, geloof mij, de podcast die jij nu luistert is best wel in depth. Mm -hmm. We zijn nu met een vergrotras aan het inzoomen op bepaalde dingen. Snap je wat ik zeg? Hè? Ik ben het tastbare wat ik doe, is ik verkoop maatpakken, overhemden, dat soort dingen. Maar ik ben in, in werkelijkheid ben ik een image consultant. Ik ben een hybrid. Ja? Ik moet weten wat voor persoon je bent, wat je doet is het met het pak. Ben je, in, ben je extra ver? Uh, het liefst praat ik met je over waar je op de Big Five scoort. Het ja. liefst wil ik weten wie jij was in, de, in je hogeschooltijd. Ik wil weten wie jij bent en waar je het voor nodig hebt, zodat ik je kan aanraden wat je uh, het beste kan aanschaffen voor zo'n pak. Mm Hetzelfde -hmm. gaat met patronen. Als je. Strepenpak draagt, verticale strepen. Je, je oogt langer, groter. Je maakt meer indruk op een ander. Echt, eigenlijk verticale strepen is eigenlijk ook een beetje een directeursdingetje hoor. Is ook wel een, uh, uh, een, een Harvey Spector dingetje. A Soe la soets, advocatuur en zo. Ruiten is weer heel speels. Ruiten is juist spelen met dingen. Soms is ruiten too much. Soms zeg ik, hey, je kan beter alleen een ruiten Colbert aantrekken met een effe broek. Bijvoorbeeld zo'n witte broek erbij, uh, zodat jij. Uh, zodat je je combinatie opreekt. En mm. re, re, maak het even wat relaxer. Want ruiten is al toen much in je face Snap je dus. Patronen maakt het. Er gebeurt wat. Je maakt het nog ja. spannender dan het is. Ik ben zelf het meest fan van de effe pakken Want dan kan je het best spelen met accessoires. Ja. Same. Ja, hetzelfde geldt met bijvoorbeeld overhemden. Ik heb bijvoorbeeld nu een overhemd aan. Die heeft een, een contrastkraag. Witte kraag. Een witte machette. Dus een witte bij de polsgedeelte. Maar het is blauw gestreept. De contrast, contrastkraag, dat komt eigenlijk van vroeger. Vroeger was het niet gewoon dat je heel veel verschillende shirts had. En jouw kraag, je, je weet het, als je een overhemd draagt, wat wordt als eerst vies? Je kraag. Je kraag wordt helemaal olie, vettig, ja. viezig, helemaal... Grauw. Grauw, weet je. Dus uh, vroeger deed ze dan, dan was de kraag een aparte onderdeel van een overhemd. Dat maakten ze dan los en dan kon ze gewoon een nieuw kraag erop doen en dan kon je zo'n witte kraag, want white ze deden altijd een white collar, want een white collar laat zien dat jij blijkbaar een belangrijke functie hebt. Je bent geen ah. blue collar, maar white collar. Mm, daar komt ook blue collar vandaan. Blue collar is werker, oh, met je handen. Weet waar, je? Joh. Ja. Uh, werken, uh, ik ben soldaat. Dingen bouwen, gebouwen <laughs> bouwen. Dat is blue collar werk. Workwear. Gebouwen aan deze. Gebouwen zijde bouwen. <laughs> uh, de, uh, Dikkie's, Carhartt. allemaal workwear merken. Uh, blue collar workwear. White collar. Nee, 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 ik maak mijn handen niet vies. Ik ben op kantoor. Ik bepaal waar het geld naartoe gaat. Ik doe financiële dienstverlening. Ik doe serviceverlening. White collar is crime. Dat is white collar. Hey. Dat zijn die hoeveel die, die, die falsehood die we kijken. En de uh, big Short en zo. Allemaal white collars. Maar, dus, maar jij wilt het altijd die witte kraag. Maar die frigging witte kraag wat ze vies. Dat is waarom je elke keer kon verwisselen. En dan trok je misschien een blauw shirt aan met een witte kraag. Dat is waar die contrastkraag vandaan komt. Tegenwoordig kan je het nog steeds maken, maar dan is het puur maatwerk. Dus als je bij mij een contrast color wil. Dan uh, neem ik je maten af. Kies jij je stof uit van je overhemd? Kan, kan mij niet schelen, al kies je een overhemd met groene strepen. aan elkaar, We kunnen er gewoon witte kraag op doen. Ja. ja, altijd. Ik vind het wel. Uh, je zult gezegd hebben dat er nog steeds wel business voor is. voor een overhemd dat gewoon die kraag kan vervangen. Want iedereen's kraag wordt gewoon op een gegeven moment vies. Ik denk dat dat wel een leuke niche kan zijn. Want tegenwoordig, kijk, ik ben pro. Uh, een, een, een shirt in de was is een shirt in de kast. Dus je moet verschillende overhemden hebben. Ja. Maar als je een liefhebber bent ervan. of het is handig. want het is ook best handig. Want ja, dan zou je. op zich zou je zo niche kunnen starten. Dus op zich wel een leuk idee voor degene die nu luistert. Ik maak ze op maat. Ik <laughs> weet niet bij <van> jou. <laughs> ja, lekker man. Hey June, we hebben echt veel dingen. Nog kort om, om samen te vatten: um, voor mensen die willen starten met het dragen van een pak. haal een navy-blauw single-breasted suit. Juist. Daarna en haal daarbij een wit overhemd. Juist. En donkerbruine en zwarte schoenen. Oké okay, dan. Dan zit je goed. Daarna bouw je uit naar donkergrijs. Juist. En naar zwart. Juist. En dan haal je een lichtblauw shirt erbij. exact En dan ben je een heel end Bro, dan ben je ready for the war. Juist. Dan ben je een heel end En alles wat je daar buiten gaat rokken en aanschaffen is omdat jij dat leuk vindt. Ja. Jij wilt de beige pakken, want het is zomer. Jij wilt een donkergroen pak want je vindt het modieus uitzien. Jij wilt een Bordeaux pak want jij wilt zijn en je gaat naar een bepaalde meeting of zo, whatever. Prima. Maar wat jij net opnoemt, dat is de essential. Dat is de essentie. Ja. ja, daar kom je al ver vooruit, man. Dan ja. heb je al een sterke garderobe opgebouwd. Ja, sterke zo. garderobe opgebouwd, ja, 100%. En besef ook even dat wat jij aan het begin zei. De meeste volwassen mannen die gedragen zich als uh, of die kleden zich als tienjarige jongetjes. Oh, shit. Dus als je zelf oh, al yeah. zo'n zeg maar pak draagt, ook al zijn het die gewoon die basics, dan, dan blink je al uit. Blink ja, je jongens, uit. kappen met die wit overhemd en dan jeans met een soort van gekke Flores van Bommel met uh, de leeuwen ja. erop en ja, zo. Jongens, dat is, dan ja, jongens, dat, dat, is, dat is niet. Nee, dat Duur is niet, wat je niet mooi, man. Ik snap niet dat er markt is voor die schoenen. Uh, hey. Luister man. Nee, jij zegt het. <laughs> ja. Hey, het is ja. En kijk het ding is. Ik werd, ik werd echt geflamd daarvoor. Hè, want ik zei toen bij de, voor, bij de andere podcast waar ik was. Ik zei, ik zei, bij Daan. Bij Daan. Ja. Shout dat naar friggen Daan Storming Ik was schouders ronde ja, Andere podcast waar ik was. Ik zei. Heel veel mannen kleden zich als tieniën, jongens En heel veel mannen hebben deze kennis wat we nu hebben besproken. Deze podcast. Want je bent nu al een heel ent. Die hebben deze kennis niet. Dus maar hoe kan je ze blamen. Zonder die kennis kan je ook niet op die, daarna kleden. Dat is waarom we deze podcast doen zodat die mannen niet per se hoeven te kleden als tien jongens. Want als tien jongens gingen wij ons verdiepen in merken destijds. Want er waren de Nike's, de Adidas, de DNG, D-squared, Gucci, uh, de, 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 de whatever. Prada schoenen. <laughs> whatever. Maar tegenwoordig, op een gegeven moment, heb je die transitie naar een gentleman. Not so gentle gentleman. Om die masculine man te zijn, moet je dingen doen die misschien niet altijd even prettig zijn. Ja? Als man zijnde, pijn. Dan groeien wij. We hebben pijn nodig om te groeien. Oké? Okay? Als wij de deur uitstappen, moeten wij ons op een bepaalde manier naar buiten willen presenteren. Stukje Halo Effect, stukje 7 seconden regel Dat is die impact die je maakt op een ander. Mensen doen zaken met mensen. Mensen kijken naar jou, naar je uitschaling, wat je aan hebt, je houding, hoe je spreekt, cetera, hoe je jezelf verzorgt. Oké? Okay? Gentlemen. Maar je bent net zo so gentle, waarom? Want achter de schermen sta je met je, tot aan je knieën in de modder. Want je moet gewoon kei en keihard werken. Mm. Het is super tof om te zeggen dat je een onderneming hebt. Maar wat is er voor nodig om de onderneming van de grond te tillen? Snap je? Ik ben een simpele jongen uit de wijken. Maar die onderneming hebben we van de grond kunnen tillen. A. door keihard te werken. Maar B. om ook de juiste mensen om me heen te hebben. Snap je? En uh, ik probeer altijd mijn hart op de goede plek te hebben. En um, uh, ik had ook zeg maar uh, het geluk dat ik. toen ik net mijn onderneming begon. had ik toen destijds had ik een vriendin. waarmee ik ook samenwoonde. En die. Uh, spoorde mij heel erg aan om het te gaan doen. En die hielp mij er ook bij, want we woonden samen. Dus ik had ook meer financiële ruimte om dit te gaan doen. Het fijne daarvan was ook, uh, haar vader, uh, een grote ondernemer, uh, die zag bij mij de drijf. En zij als iemand die mij aanmoedigde om te, om te doen waar ik zeg maar, passie en liefde voor heb. Op, als je onderneming van de grond moet tillen, heb je startkapitaal nodig. En haar vader heeft me destijds ermee geholpen snap je? Maar hoe ben ik erin gekomen? Misschien mijn hart op de goede plek te hebben. Misschien door te filteren. Misschien door de juiste mensen om je heen te hebben. Uh, een goede relatie. Als je een dame aan je zij hebt, zorg dat het de juiste is. Zorg dat het de dame is. Tuurlijk, kijk, Iedere vrouw, de feminine eigenschap van de vrouw is jou comfortabel maken. Als je met haar wakker wordt in de ochtend, als jij naar de gym moet, zegt zij tegen jou Hey, blijf nog even in bed schat, blijf nog even knuffelen, laat vandaag even een relaxte dag van maken. Je vrouw, wil, je vrouw wil ervoor zorgen dat je buik rond is en dat je comfortabel bent. Maar jij als man moet fucking in de modder gaan staan bro. Al is je koelkast gevuld thuis, jij moet de fucking deur uit en fucking eten gaan halen. Jij moet gaan, niemand gaat je redden. Vrouwen en kinderen worden versnellen gered, mannen worden niet gered. Dus wie redt de mannen? Fucking save yourself. Dus het is heel belangrijk wie je om je heen hebt. Oké? Okay? Maar daar zit ook een keerzijde in. Want toen ik 26 van de grond ging tillen. Toen had ik een, ik had een vriend om me heen. En die wilde ook. Uh, die had ook zeg maar het gevoel voor. Ik wilde ook uh, wat met mijn onderneming gaan doen. En die zei toen tegen mij: Hey June, Misschien is het wel leuk als wij bepaalde moves misschien samen gaan maken. En toen zei ik: Ja, schat, laten we dat doen dan. weet je? Misschien moet ik een keer niet altijd alles alleen gaan doen. Maar zo zie je maar ook. Uiteindelijk bleek hij niet zo ambitieus te zijn. Uh, als ik dacht dat hij was. Want je ziet het. Uh, niet iedereen gaat door, duwt door en durft sacrifice te maken. Dus uiteindelijk maakte hij valse beloftes naar mij. Is niet erg, maar zo word je ook wakker van oké, okay, dit is hoe belangrijk de mensen om mij heen zijn. Snap je? Hè? Dus heb je een vriendin om je heen? Zorg dat het de juiste is. Zeg, snap je? Zou dat naar haar. Heb je vrienden om je heen? Zorg dat het de juiste guys zijn. Want als je vijf boys om je heen. hebt, jij bent de zesde motherfucker. zijn het vijf hardcore gamers. ben jij de zesde gamer. Jij gaat gewoon weten hoe je het best XP kan vergaren. welke games je moet halen. Uh, et cetera. Je weet gewoon hoe je gaat gamen. Dus als het vijf miljonairs zijn. of vijf boys die gewoon professionals zijn. of ondernemers. Met professional bedoel ik uh, iemand die zijn werk serieus neemt. die misschien niet eigen baas is. maar wel zijn werk serieus neemt. Een professional. Of hij is ondernemer. hij is wel eigen baas. Ik hou niet van het woord baas trouwens, werkgever, hij is zijn eigen werkgever. Zorg dat dat ambitieuze man zijn, want dan word jij de zesde. Maar als het boys zijn die, die dubbele bedoelingen hebben... of die jou uiteindelijk een, een rug in je, in je... of een mes in je rug steken... Bro, take the loss. Want daardoor groeien wij, bro. Zeg maar, door die littekens. Wanneer zijn we aan het kijken voor vrouwen als wij littekens hebben? Als wij kunnen vertellen wat de fuck we hebben gedaan, bro. Jagemaat, tussen de leeuwen staan, Colosseum, Gladiator... Snap je? Dat is wat we hier doen. Dus het is heel tof om te zeggen: ja, we doen onderneming en we doen dit en dat. Je gelooft dat wij twaalf uur per dag werken aan onze friggin' onderneming. Dingen proberen te delegeren. Zou dat naar uh, Coaching, Miro, Jur, Elian, Martin. Die bijvoorbeeld ook mij helpen met grote denken. Want uiteindelijk ben ik ook een simpel jongen uit de wijk. Ik ben ook, zeg maar, ik heb ook mijn framework. Je moet ook groter denken, snap wat ik bedoel. Mm. Ik wil mijn bedrijf op een gegeven moment ook scalen, maar heel veel mensen komen naar mij omdat ik het ben. Dus hoe ga ik dat aanpakken? Dat zijn allemaal interessante vraagstukken, snap je? Maar als man zijn, dan moet je zelf presteren op een bepaalde manier. De not so gentle gentleman. Maar je bent een gentleman door de manier hoe je gedraagt, je houding, maar wat je uitstraalt ook. En dat is waarom we hier vandaag de dag zitten: om te laten zien hoe zit die formele herenmode in elkaar en hoe onderscheid je het echte werk van het neppen. Alright? Je harnas. Je echte harnas. Als je gaat vechten met die leeuwen, je wilt harnas hebben dat je denkt, hoef. Ja man, met dit kan ik de strijdvat op. En dan moet het verhaal gewoon kloppen. Dat is waarom we hier zitten. Dampers ben je echt een gentleman. Dan, Lekker man. man. Thanks, love. We zien je snel ja. weer voor de volgende fitting sessie Let's en voor go. iedereen die je wil vinden, linkje in de beschrijving naar je Instagram, naar je website. Ik ga wat leuks doen. Ik ga wat leuks doen. Oké. Okay. Oh. We gaan een linkje in de beschrijving doen en uh, we doen link in de beschrijving. Degene die op die link klikt. De mensen kunnen hun kunnen, 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 kunnen gegevens achterlaten. Yeah. En ik zorg dat je een klein veld hebt waarom je van mij een image consulting wilt. Yeah. Waarom? De vijf beste redenen, de vijf mensen met de beste redenen, die bel ik persoonlijk op. Die krijgen van mij gratis image consulting. Dan kom je naar mijn boutique in Rotterdam. Dan gaan we daar zitten. Desnoods nemen no je een free whisky Ik heb een whisky staan. Ik heb een maatpakken, whatever, wat je wil. En dan krijg je van mij image consulting. Ik ga die vijf mensen uitkiezen. Cool. Dus jij gaat je gegevens achterlaten met een soort van... Motivatie wil ik het niet noemen. Maar de reden waarom jij die gentleman wil zijn. En waarom ja. je wil leren. Ga ik je helpen. Laten ja, we dat man. doen. Leuk, leuk, leuk. Let's go. go. John, bedankt man. Tot Log. de volgende. 100% Ciao jongen. Easy. Ciao. Rustig. Heb jij de podcast tot hier geluisterd? Dan ben je waarschijnlijk het type man dat past bij Hard Times United Strongman. Nou, mocht je hem dan nou volgen. Het evenement heeft een metamorfose ondergaan. Mm -hmm. He, ze hebben een nieuw logo. Een nieuwe focus. En zijn exclusief voor ondernemers. Ze schakelen over naar een hogere versnelling. Zakelijker, professioneler, serieuzer en met meer inhoud. En de editie 6.0 op 28 en 29 november 2024 gaat plaatsvinden in Zeeland. Twee dagen gaan we aan de slag. Eén dag met jou en één dag met je bedrijf. Ah, wil jij graag bij die editie zijn? Veel succes. We hebben namelijk een beperkt aantal toegang en het is een zeer select aantal deelnemers. Kwaliteit staat voorop. En in tegenstelling tot de XL-editie van Hard Times en Strongman die daar aan zit te komen, is dit geen massa-evenement. Het is meer een. Intensieve ervaring. Meld je aan voor de wachtlijst via de link in de beschrijving en wie weet, zien we je daar.